Ja, jij ging. Let's De go. Ik hoop we gaat alle Duitsers ja. Go. Dus uh, ik was in Hamburg en je uh, moest daar overal zo'n FFP2 masker op hebben. Dus uh, ik kom. Uh... <lacht> 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 ben, die ontdekt een, een speeltje van 20 jaar geleden, zo'n krokodil waar je vingers in moet leggen en pats dat gaat dicht. Even <laughs> ja. uh, okay. op Sorry. YouTube, checken ja. dan. Ja, Oké, okay. dat... maar excuses. En, ja, en, we zijn al opnemen. <laughs> dus zo'n FFP2-masker, uh, dus ik kwam daar al binnen geparadeerd in mijn roze masker en die kijken mij zo aan van uh, Sir, uh, we really uh, ask you to uh, get a FFP2-mask. Ik zeg je, uh, oké, okay, heb je eentje voor mij? Uh, Want eh, ik betaal hier toch genoeg geld om in dit hotel te zitten, dacht ik. Ja, nee, we verkopen dat in een nachtwinkel aan het uh, station, je kunt daarin gaan kopen. So, dus ik koop dat, en omdat die Duitsers daar allemaal zo strikt op zijn, de lift gaat open, en dus, allee, dus die lift kwam van het eerste verdieping, ik was op het tweede, ik moest ook naar boven. Die lift gaat open en er staat een Duitse vrouw in. Eigenlijk hier in België, mensen zijn al vrij chill om samen de lift te pakken, het is net nog gebeurd. Mm -hmm. Maar die Duitse vrouw niet. En je ziet die <laughs> van achter haar FFP2-masker, haar N95, KN95. Zo naar u kijken van, waag het niet om deze lift met mij in te stappen. Waarop ik, uiteraard, gewoon tegen die vrouw ga staan. Ik stap die lift in, echt zo. En dan waar moet u? En die, die heeft zelfs niks gezegd. En ik gewoon op het hoogste verdiepje gedrukt. En, uh, het hoogste jongen, verdiepje, zeg. Amai meneer. Uh, ja, maar dat was voor haar te klagen, want ik zat, ik zat, ik zat niet uh, op het hoogste. Ik dacht nog juist dat ik iedere knop ging induwen. Jongen, die, die kop, dat was echt, dat was goudaard. Die keek echt zo van, je gaat het niet doen. Je gaat, oh shit, shit, die staat, die staat nu mee in de lift. Uh, ja. Ja, ja. kopen dus zijn kleine pleziertjes op verlof. Straks heeft ze COVID en dan uh, staan ze daar. In uh, Duitsland zijn ze ook goed gevaccineerd, denk ik. En ja, dus uh, COVID... Uh, um, mijn mijn uh, herstelcertificaat werkte wel nergens. Dat was heel vreemd mm. in Duitsland. Mm. Ja, ja. Boys, 64. We worden Legaal. oud, hè? Huh? Op pensioen bijna. 64. Oh, niet 64 zijn om op pensioen te gaan. Hè? Ja. 67 <laughs> tegenwoordig, denk ik. Juist, ja. Uh, ja, it. Um, ja, In één keer zo en had ik had ook niet dat gevoel dat dat zo Holder de Balder ja. In één keer is 64 afleveringen diep. Ja, de nummerkjes beginnen allemaal op te tellen. Hè. Wat gaan we eigenlijk doen als we 100 aantitsen? Um, liveshow? Ja, ja nee, uiteraard. Wel. Ja, ja. Um, Wanneer zou dat dan zijn? Eind volgend jaar of zo? Nee, wacht. Zullen we erover nadenken, hè? maar dat, dat, we moeten wel iets speciaals doen. Mm -hmm. Ik was aan het denken om. Ik, wat ik heel leuk vind, is als we tegen dan nog een aantal live-shows hebben gedaan, dat we een soort van loting of uh, tracking doen van de mensen die tot dan op live-shows zijn geweest, en zeggen voor de honderdste aflevering: doen we een special edition en enkel de mensen die al eens geweest zijn. Mogen op die live show komen. Bijvoorbeeld zoiets, zoiets. Dat zei dat we daar tegen 500 man kunnen boeken, want dan wordt er live getatoueerd. Dan wordt er live getatoeëerd. <laughs> Trouwens, nu dat jij Tits zegt, uh, moet ik gewoon heel snel aan iets denken. Oh, ja, ik heb geen Tits gezegd. Aantizen. Uh, dat oh, was wel uh, Jij zei in de vorige aflevering: ik heb er naar geluisterd, met veel plezier. Um, zeiden jullie, hadden jullie het over hoe dat luisteraars van de Junto Boys zouden kunnen noemen? En jij zei oh ja. uh, de Juntonies. En ik dacht eigenlijk voor de, dus voor de jongens, Juntonies vond ik heel goed. En dan misschien voor de anderen, zo de Juntits. Nee. nee. Ik weet niet. Risky, nee. risky. Ik ga vanavond trouwens Ik heb nog een paar dingen op staan. Oh, nee. Ik vond de yunties oprecht niet slecht. De yunties De yunties Junties. yunties <laughs> okay. All um, We gaan er uh, direct in vliegen. Want vanavond ben ik niet degene met een harde stop. Maar uh, yes. de Jay Nasty is de, de, yes. degene die een harde stop heeft om negen uur. We kunnen we eens afwisselen. Hè. En we hadden eigenlijk een heel korte housekeeping. totdat we onze manager uh, toe hebben gegeven. Tot ons uh, voorbereiding. Um, en uh, ja, nu moeten we ons eigenlijk opnieuw gaan voorstellen. Maar daar gaan we ja, misschien vanuit de oude footage dachten we. Hè? Denk het ook. Hè? En niet iedereen ja. is er nu. Dus nee. we gaan nog wel eens iets, iets fabriceren. Alright, daar gaan we gewoon door. Um, we hebben TikTok, jongens. <laughs> Ik heb, ik heb, ik heb geen TikTok, maar ik heb gehoord dat we TikTok hebben. Ik heb het gemaakt. Ik heb het aangemaakt deze week. Mm -hmm. Maar ik denk dat Jonas daar een stress heeft, dus daar kunnen we zelfs. Maar uh, ik vind de filmpjes op TikTok wel, TikTok wel uh, oprecht heel grappig. Ik heb het vandaag nee. nog eens bekeken en uh, leuk, hè? ik heb uh, ja, ook heel leuk om naar te kijken. En dat yep. gaat dus echt hard ook. Herhaalde gewoon duizenden views. Ja, maar ze heeft er wel ook al, uh, ik denk, twee keer twee euro aan advertising budget tegen oh. Om te kijken of dat zou werken of dat, oh. dat impact Doe, zou het is hebben. Die dus, manager hem die zit hey. niet We zijn een lokale Pakistaanse of Chinese of Russische clickfarm aan het subsidiëren. <laughs> ja, dat kan wel, ja. ja want ja, we hebben nu op het hoogste is 2500 views, 800 likes, één comment. 100 likes? Ja, maar ja, één comment. Dat werkt werk toch anders dan likes? Hè? Denk het, ja, ik denk dat dat gewoon die clickfarms zijn. Hè. Je geeft 2 euro en dan, dan zetten ze dat bedrag iets hoger voor u. Weet jij veel of dat daar een Chinees is die gewoon een nummertje intypt? Of dat dat effectief mensen zijn die dat liken? Dus dat is ook een soort idee. van goed doen voor uw naasten, zo'n clickfarm sponsor. Veel Feel good. Oké, okay, we gaan door. Um, dus uh, ja, de, de volgende show staat live en er zijn zelfs al een paar tickets verkocht. Waarvoor dank. Uh, Um, en nu dacht uh, de manager om een incentive te plaatsen voor de eerste tien. Um, dus de eerste tien tickets die uit de deur uitgaan, die krijgen een gratis knuffel van Basha. Oh. Oh. Die moeten er wel niet van, die oh, moet nog geen 2,5 euro van Hij heeft hem er eigenlijk al uitgedeeld. Ik heb nog ik nooit mogen nog ontschouwen dat hij echt als iemand goed heeft vastgepakt. De laatste live show, de... had er min vast die daar binnenkwam, denk ik. Ook weer waar, ja. Het is dat. ja. ja. Betaald of niet betaald? Hmm. Willen of niet? Ja. Oké, okay, ja, we hebben er al twee verkocht. Dus, uh, Mooie incentive. Nog, nog acht knuffels te vergeven. Uh, um, Heb je nu net een scheet gelaten? Nee, ah, dat leek zo. Ah ja, dan was ik daar. Oké. Okay. Um, en dan um, voor uh, het Kiva-team, dus de micro-leningen in de derde wereld, zitten we ondertussen al op 450 dollar. Prachtig. Jee, tegen de volgende aflevering naar de duizend, hè, jongens. Ja, ja, en de wetenschap valt nog altijd op vijf, zes en alles daarboven. Nee, ik, ik, ik zat... zat 6500 zat ik, ik denk of 6, Ja, 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 6, nee, ja 6, 6, Nog even. Uh, dat is sowieso gescheten. Ja, die zit uh, er tussenin, ja. En jullie mogen niet dof, inleggen. Is dat bij jullie ook? Ik, ik vind of tof klinkt. Nee, normaal nee. niet. Nee. Klinkt goed. En jullie mogen het niet zelf bijleggen, jullie drie. Ah, jawel, dat maakt het net grappig. Tuurlijk wel. Ik dus... dacht dat jullie zeiden dat dat niet mocht in de pot. Ja, wel. Als hij uh, 2000 wil bijleggen om daaraan te komen, dan mag hij dat doen. hè? Klets. Dus, en wie heeft dan het laagste laatst, gegokt? Tikkens. Dus jij <laughs> zit sowieso gescheten. Nee, nee. Hè. Ik denk, Ofwel gaat hij heel veel geld inleggen, wat voor mij oké okay is, dan verlies ik wel. Mm. En anders dan. Maar voor wat hadden jullie weer gewet? Een 500 barbeer, euro. Zo. Ja, 500 euro bij in de pot. Ah ja, ja, ja bij in de pot. Ja, dat is waar. Pog verlies ik denk. Ja, 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 ja. Okay. ik denk ja, we dat ze het wel zo duidelijk zouden vinden. Um. Oh, ik zie waar arbitrage mogelijk Oké, <laughs> <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> ja, uh, voilà. Ja. Nu, het ding is, ja, zelfs als je zoals dus zo'n paar duizend euro bij steekt, het, het is niet dat dat ja, een risico's lening, heeft. Hè? Hè? Nee. Allee, je kunt daar wel effectief kwijt zijn. Um. Ja. Maar ja. Kleine kans, kleine kans. Als reclame, hè? het risico is laag voor kinderen. Ja, ja, ja heel laag. Minder dan een procent. Ja, voilà. dus. En de voldoening die je krijgt, is echt fantastisch. Mm. Je krijgt echt updates van de mensen waar je die leningen aan geeft. Hoe dat die een extra schaap hebben kunnen kopen. Of extra voer voor hun ja, nee, ja, of, of een, ja, ja. Een winkel hebben kunnen uitbreiden. Ja. Ja. Zalig. Ochtend is helemaal gemaakt, als je dat kunt lezen. Oh. Mm. Leuk. Goed, en we hebben nog twee puntjes voor mij af te ronden. Uh, maar dat is voor straks idee aan de manager. Oké. Okay. Die manager. Onplicht. Ja, social media machine. Ongelooflijk. Ja, ik heb die reel vandaag nog eens gedeeld van u met die kogel. Ik lag me echt kapot. Ja, ik ben er echt al een paar keer op aangesproken geweest. Ik moet mezelf dus verdedigen over waarom ik het Belgische vaderland achterlaat <laughs> en anderen voor mij laat vechten. Maar uh, ja, ik sta bij wat ik gezegd heb. <laughs> Kom maar af. <lacht> <lacht> dat is zo gelijk die meme van zo, die gast die dat zo op een university zit en dan zo een, een grote zo uitspraak op een bord is staan en dan debate me if I'm wrong. <laughs> ja, ja. Kennen die ja, ja, ja. Die vind ik Inderdaad. echt fantastisch. Ja, exact. De... Allright. Um, boys, hoogtepuntjes en stressjes. Hè? Hoe ga je ermee? Zijn er uh, hoogtepuntjes of zijn er stressjes? Ah, bij mij is er wel een hoogtepuntje geweest uh, dit weekend. Het is eigenlijk nog ja, maar een week geleden. Vol, hè? Hè? Ja, ja, het is... Uh, Weer geen, geen, geen fantastisch uh, uitgebreid hoogtepuntje of zo, weer, weer meer vanuit het gesettelde leven. Um, weet je nog goed dat er vroeger, zo toen je toen jong was, echt een hele grote vakantie, twee maanden, drie maanden, niks doen behalve... Toen was er zelfs nog, ja, Er was wel internet. Maar er was zelfs geen internet, geen computers. Je moest nog allemaal buiten gaan, op je fietsje rondbollen, bij de buren langs gaan. Dat was oneindig. Ja, dat bleef gewoon duren. Iedere dag was 50 uur lang, iedere maand was 100 dagen. En het leek alsof je een jaar lang vakantie had. Wacht, hoe, hoe oud, welke leeftijd spreek je nu aan? Als je zo in de, in de lagere school middelbaar zit, mm. hè? als je die mm. twee, drie maanden hebt van uh, juli, augustus en het hoger dan ook nog juist september erbij soms, als je geen herexamens hebt. Zalig. Ah, ik vond dat precies hoe jonger ik was, hoe... dat duurde te lang. Met ouder worden vond ik dat minder lang duren. Ah, ah, ja. Ik wil je niet onderbreken, maar ja, ja. ik vond dat als kind soms echt heel lang. Tien weken vakantie. Wow, ja, dat is toch zalig? Uh, Oké, okay. nee, ik vond dat te lang. Maar dus? Ik vond dat echt prachtig. En dus, is uh, ja, ondertussen zeven, acht jaar geleden dat ik, dan, dat ik daar nog ooit maar ben terug aangekomen. Maar dit weekend heb ik er terug even zo... Mm. Even van kunnen proeven. Zondag wakker geworden. Uh, het was een vrij mistig dagje eigenlijk. Het was, uh, ik had er goede hoop op, maar het was, was relatief slecht in de voormiddag. Um, maar om een of andere reden was zaterdag al heel rustig geweest. Dus ik was al helemaal in mijn uh, relaxte. zondag besloten om een aan te gaan doen. Uiteindelijk, uh, ik denk ik bijna drie uur weg geweest, gewoon mijn huis uitgewandeld, rondgewandeld de natuur in bij Kesselo. Jullie huis. Ons huis, ja. <laughs> Mij en de manager. Dus ook mijn, mijn huis. Hè. Uh, gaan wandelen, echt heel de buurt rond geweest. En dan bij ons, kort in de buurt, heb je een berg. Uh, ik denk niet dat het Kesselse berg is, maar anyway, een bergje. Daar kun je op gaan, en er is een graspleintje. Zijn wij daar ook niet eens geweest? Die heuvel. Berg. Uh, berg opgehiked. Uh, en daar heb je dan een uitzicht over heel Leuven. En dat is zo'n graspleintje. Mm. Mm. En normaal zit daar relatief veel volk. En ik kwam daaraan, het was zondag, om vijf uur in de namiddag. Tegen dan was het al prachtig weer. Gewoon zonneken op je gezicht. Ben ha ja, je kon in een t-shirt gerust rondwandelen. Daar was niemand. Een heel wei, gewoon open, doorgewandeld. Uitzicht op Leuven. Ik heb me daar gezet in het gat. Zelfs dat was al lang geleden. Gewoon zo gaan zitten in het gras en gaan liggen. Mij daar neergelegd, naar de lucht gekeken, niet gekeken naar de tijd, en drie kwartier later ben ik terug opgestaan. Ik heb daar drie kwartier, drie uur gewandeld, drie kwartier gelegen in de wei. Op en je mijn... ukkie? Helemaal alleen, Daar was ja. niemand. Waren jullie iets aan het luisteren of zo. Ik was niks aan het luisteren, ik had niks bij, ik heb, ik heb daar gewoon gelegen en mijn brein was leeg. Hmm. Gewoon helemaal weg. Ik ben opgestaan en, not kidding you, ik ben daar beneden gehuppeld over de weg, er is zo'n weg naar beneden, quasi gehuppeld naar beneden, mm. prachtige dag, <laughs> echt fantastisch. En dat was zo lang. Ik moest gewoon denken aan die zomers. Zo van van wat, hoe lang duurt dit weekend? Dat was die, uh, dat, dat was zondag, dat zo na middag is opgeklaard. Ja, ja, voilà. Ja. Dus de dag zag er zo bla, uit, ja, ja. maar dat had uiteindelijk helemaal goed gekomen. Echt na, van genoten, ja. We zijn boven gereden ja. en dan doorgewandeld en dan kwamen we op dat punt zo. Ja, dus ja, maar je ja. kunt dus ook een hele tour doen door ja. de bossen en uh, de velden enzovoort. te zwaaien naar de buren en eens dag zeggen <laughs> en dan uh, in een veldje gaan liggen. Mm. Prachtig. Zalig. Ik... Echt enorm van genoten. Dat ken ik echt niet meer. Wat? Drie uur en drie kwartier zonder... Ik stel, alleen kan dat wel, maar ik, dat doe ik gewoon niet. Drie uur en een kwartier zonder ja, stimulatie, hè? Maar nee. Ik, ik denk uh, dat Het <laughs> <laughs> is het is een Toen mijn kop everything. al, hè? Um, ja, ik wat ik bedoel. Ja, uh, ja, dat doe ik gewoon nooit. Mm -hmm. Ik zou daar een podcast op zetten of zo. Maar het was nu ook puur toevallig, want ik had mijn gsm zelfs niet bij, dus ik ben gewoon buiten gewandeld en ik dacht, ik ga het blokje rond en dan heb ik nog een bocht gedaan in maar is, en nog een straat. is dat niet gewoon de eerste stap zetten? Als je je gsm thuis laat en je begint te wandelen, voor je het weet zit je toch een half uur, een uur verder mm -hmm. en dan mis je dat toch niet? Nee, maar ik doe dat gewoon niet. Ik ah, ja. zou dan eigenlijk ja. meer moeten doen. Ja. Inderdaad. Maar ja, zo buiten in Antwerpen heb je nog altijd wel... Je moet... Jij zou al ver moeten gaan voordat je... Echt in de, in de natuur hmm. in de, ja, Ik ja, weet ja, eigenlijk ja, niet wat ja. is. Wat is de, de kortste uh, natuur? De polders. Het bootje. Het kwartier. <laughs> oh, met het bootje. <laughs> <laughs> uh, Speciale vegetatie. Beautiful. <laughs> uh, ja, maar ja. Schrapig, want dat is grappig dat jij deze nieuwe taal... ik had dit weekend ook een rustiger weekend. Dat is lang geleden. Mm -hmm. En ik merkte echt dat ik dacht, appetant van Mien. En ik vind een appetant, dat ik dacht, appetant van min. Hmm. Ja, Snap je? Dat ik dacht, okay. dude, zijn dat toch eens content dat je gewoon ja. een zondag rust hebt? Dat je gewoon kunt doen wat je wilt. Nee, hè? appetant van wie, hè? Oh, dan denk ik ja, echt, ja. Wat, is er, wat scheelt er toch, jongen? Doe het je... al op maak. Wat goed is om mee te beginnen, dat deed ik vroeger nog wel regelmatig hier, is gewoon naar een park gaan, op een bankje gaan zitten en niks doen. En proberen zo lang mogelijk niks te doen. Gewoon een beetje rondkijken. Mm. Dus lage barrière, hè? je moet gewoon een paar meter wandelen, Bankje kiezen, geen gsm. En gewoon gaan zitten en een beetje mm. kijken. Niet prutsen, niet ronddoen. Gewoon op je bankje zitten en kijken of je een uur kunt blijven zitten. Mm -hmm. Ik vind het zo onderliggend het is vaak moeilijk als je het gevoel hebt dat je meer uit je moment of uit je dag zou moeten halen. Ik like zei als ik in Hamburg was, ik ben dan Drive to Survive aan het beginnen kijken. En ik heb echt zo op een bepaald moment. Dan was ik in dat hotel s'avonds. En dan ben ik zo aan het kijken. En ergens heb je zo'n stemmetje dat zegt: Nee, je zit nu in Hamburg. Je zou toch moeten gaan rondwandelen en gaan dit. Dat, mm. zo, nee, als jij nu hier hiernaar wilt kijken, dan is dat ook oké. Okay. En dat is vaak zo, zo: geniet gewoon van wat je wilt doen. Dat is allemaal oké. Okay, zonder sowieso zo schuldig om te voelen of zo. Klopt. Mm. Ja. Allright, nice. Dat was hem. En nog een hoogtepuntje gehad? Of was het bij u de prijs het uh, hoogtepuntje? Ja, kort. Um, ter, uh, misschien bij aansluitend: Ik had dus een rustig weekend. Um, ik ging normaal gezien zaterdag een derde parapontles doen. Maar er was te veel wind, dus dat was gecanceld. Toen dus ben ik gaan wandelen met mijn, uh, mijn nichtje en mijn zus. Um, en dan uh, naar Antwerpen gekomen. En s'avonds echt nog eens gewoon op mijn eigen. Mijn eigen in de sofa gelegd. Die al la <laughs> <laughs> Laptop op mijn borst. Mm. <laughs> <laughs> nee, nu doet je dezelfde. Ge en gewoon een film, film op. Um, no, en gewoon no. een film um, opgezet. Laptop op je borst. Ja, ja, Je oh, zet nee. toch wel een tv op. Nee. Oh, dus jij vindt, vindt rukken op toilet, dat vind je niet kunnen, maar laptop kijken op je, op je borst, dat doet jij wel. <laughs> Doe Allee, Jan. Doet! Uh, Oké, okay, bon. Uh, ja, tuurlijk, waar niet? Je, je kunt met je Airpods dan zien, hè? Maar dat gaat toch ook op je tv? Nee. Je nee. moet Allee, Apple TV kopen. Ik kijk ja. op mijn laptop omdat ik geen televisie heb, maar als je een televisie hebt, dan kijk je dat toch... Nee, want ik, ik mis echt, als je met je Airpods luistert, dat dat zo... Ja helemaal in uw ogen. Ja, ik mis dat als ik gewoon tv kijk. Maar ik, ja, je kunt toch een nee, beeld... AirPods. Nee, als, als je niet Apple TV hebt, kun je niet met je AirPods tv zien. Ja. Ik ben wel aan het overwegen geweest om enkel en alleen daarom Apple TV te kopen. Fuck mm. die Apple ecosystem. Ja. Maar bon, Ik um, ging zo beginnen zien mm. en hou oh je. Ja, wat een pijnlijke film. Ongeacht van hetgeen dat er dan, laatste, dat er dan zondagavond is gebeurd, mm -hmm. dat kunnen we het ook even zo Ja, Dat is een film waar Will Smith die Oscar. ja maar, maar. Uh. Dat, is echt, dat was zo echt nog eens. Ja, de laatste jaren is Hollywood zo'n een beetje een, um, een fabriek geworden van ja, blockbusters. En als het geen superheldenfilm is, dan is het wel uh, een verfilming van een boek. Of ja, er wordt amper nog echt Originele films gemaakt. Of een sequel. Of een sequel of een prequel. Of, he, dus dat is echt heel weinig dat, dat nog gebeurt. Er zijn allemaal verklaringen voor en zo. He, daar moeten we nu misschien niet over uitbreiden. Maar dit was echt nog eens. Ja, dat was niet gebaseerd op een boek. Was wel gebaseerd op natuurlijk he, de, de, de Williams-familie. Maar jongen, dat was zo leuk om nog eens echt een goede, originele Hollywood-film. Mm -hmm. Met een grote acteur. Die mm -hmm. dat, dat trouwens echt speelt, maar echt een paar keer daar gewoon mijn gemoed vol schoot. Echt zo sterk gebracht. En dat verhaal... Wacht, wat ja. was de, de twee zinnen samen? Die, waar, over welke periode? Over, wat is het verhaal? King Richard? Dus, King, ik, ik, Venus ik, 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 en Serena King Williams, King ja. die ja, hebben de vrouwelijke tennis uh, gedomineerd de laatste decennia. En King Richard vertelt het verhaal van die hun vader. Hmm. En ook wel van hen. Um, maar die laat dus zien... Wat dat die pa, hoe dat die pa eigenlijk, die heeft die drie dochters, die ziet op een gegeven moment dat er een Amerikaanse tennisspeelster 4000 dollar wint op een middag tennissen. En die zegt, oh ja, dat moeten wij ook hebben. En die wandelt naar huis, maar letterlijk, he, die wandelt naar huis en zegt tegen zijn vrouw, wij gaan nog twee dochters maken en dan worden het tennisspeelsters en dan worden de beste tennisspeelsters ter wereld. Oh. Die zet zijn eigen aan tafel en die schrijft een 78 tellend plan van A tot Z, hoe dat hem zijn twee nieuwe dochters ga, oh. ja molden tot de beste tennisspeelsters ooit. Jesus. En die vervoert dat vervolgens nadien gewoon maniacaal, exact gelijk dat hij het had uitgeschreven, uit, zonder, voor alle duidelijkheid, die dochters te forceren, volgens de film, en zij spreken nu ook niet slecht over hun vader, dus dan denk ik eigenlijk dat dat wel gelukt mm. is, zonder die te verplichten... Zelfs nog meer, eigenlijk gaat hem naarmate dat hij dat recht gaat, gaan realiseren van ja wat is dat? Hebben een fucked-up cultuur dat die ouders zijn kinderen zo liggen te dwingen en die doet dat op een totaal andere manier? Ja, ik ben te veel aan het spoilen. Echt prachtig gebracht. Echt een gigantische aanrader. Heel ik zie ook wel. Ik zie als ik één persoon ken die voor zijn kind kinderen een 78-pagina-tellend document uitschrijft over hun toekomst, dan zeg je toch King IJzermans? Ja, ja. Sowieso toch? Maar met respect, hè? Natuurlijk. respect. Maar wel alles geleus, minuut ja, ja. tot minuut, uur ze, tot uur. Ze zijn vrij om te kiezen hoe dat jij het beslist hebt. <laughs> <laughs> ja, maar dat is wel, ja, dit doet hem, dat is wel Maafse. Dat is echt... Uh... Wacht, en uh, Will Smith speelt dan, ja, in speel, speelt ja. Richard Williams. <laughs> maar, jongen, wat je gewoon de de self-belief om... Dat te kunnen zeggen, en die komen dan nog eens van Compton. Hoe zeg je dat? Com content? Compton? Ja. Compton. dat is zo de... Dat is eigenlijk... De hoed. De hoed. Ja, dat is echt... Paul is er echt niks tegen, hè? Maar echt dat niks, een hè? <laughs> ja, ik denk niet dat we wijk hebben. Ja, misschien in Brussel of zo, daar ken ik niks mm -hmm. aan. Maar dat is echt dat is echt serieuze, serieuze grellige buurt. En dan zie je ook wat dat daar voor impact tegen had op. En, en ja... Mm -hmm. Zo mooi om te zien dat zo... Hoe dat dat eigenlijk echt kan, van... Ja, gewoon door muur gaan, hè? Gewoon, dat is het, dat gaan wij doen. Ik ben en... oprecht wel een beetje geconflicteerd over wat ik daar nu van vind. Van zo'n vader die alles uitzet en dan zijn, ja. eigenlijk zijn dromen najaagt door zijn dochters. En waarschijnlijk met de beste bedoelingen, als ik het zo hoor, en met de, de goede aanpak. Maar ik weet nu niet of ik daar met een goed gevoel tegenover sta of dat ik het gewoon heel erg sad vind of triest. Het is heel dubbel, hè? Huh? Ik denk, dat nou, er zijn weinig mensen die het uitschrijven, maar hoeveel kinderen leven het leven. Het le je moet maar naar een voetbalmatch van kinderen gaan kijken en dus gewoon die ouders in het oog houden. Er zijn ouders die zich liggen op te fokken in dat kind, dat je denkt van, maar wat is uw probleem? Dat is gewoon omdat uw verwachtingen... En mm -hmm. die hebben het dan niet in een document gegoten, maar dat is eigenlijk dezelfde dynamiek, gewoon niet zo geëxpliciteerd, denk ik. Ja, maar ik denk dat dat een heel... Uh, een heel... Ja. Een heel dunne lijn is. Mm -hmm. En je kunt er... Je kunt er overgaan... En om het echt juist te bewandelen, gelijk als dat, dat blijkt, lijkt uit de film, dat hij wel echt heeft gedaan, dat is echt niet makkelijk. En dan moet je vooral denk ik zelf, persoonlijk, als, als ouder, al een gigantisch goede waarden en normen hebben voor jezelf. Zodat je dat daarna kunt overbrengen naar je kinderen. Want dat zie je Hij zei ook, je stond, stond nooit te schreeuwen langs, langs dat plein. Je zei altijd: Amuseert u. Dat is het enige dat telt. Amuseert u gewoon. En als die wonen, die waar Serena Williams, die het eerste. Dus tot als hij tegen de beste speelster ter wereld speelde op de 14 heeft hij nooit één tenniswedstrijd verloren. Nooit. En de eerste keer dat ze naar een toernooi gingen en ze won, dat was hij zo een wat yeah I won en zo met een in ja, yeah 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 en dan zei hij ook nee 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 nee, zo niet hè. Ga ik niet liggen, ja en tijdens van oh ik heb iemand gewonnen. Nee 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 wij doen dat hier niet, we gaan niet een arrogante uithangen hangen. Zo. Ja, mm. het was echt, echt nagaan. Ik zat me in de shownoot te zetten. Um, mm. Zeker, kijk Vraag mij dan nog af, was ze van die oudste dochter geworden? Had die dan een plan of zo? Of die is gewoon echt zo... <laughs> ja, ze zijn alle, zijn alle vijf. Ah, ze dus zijn er vijf? Ja, vijf dochters. Oh ja, is gek de Jacksons. Ja, en die drie anderen, die zijn ook echt ja, advocaten en, en dokters en... mm. Jezus, ik voel wel zo een, uh, een Junto-opvoedingshandboek aankomen. Mm. Ik denk dat dat nog... Uh... <laughs> Jongen, hoe fucking... Dubieus is Dayan, die, die één van ons heeft kinderen. Dat is echt... Maakt het top. toch niet grappiger? Ja, dat is misschien wel grappig, een pre- en een na. Ja, maar we hebben toch goede zelfwaarden en kennissen, zoals ja, je daar zei. Dus we dat, kunnen toch een plan uitschrijven. Gewoon de traditie van Rousseau. Hè? Die had ook geen kinderen, maar die heeft wel, ik weet niet hoeveel, uh, advies gegeven. Ja, als een held. Dus over 200 jaar kunnen we ook helden zijn. Oh, okay. <laughs> ik vind, uh, ja, ik vind dat uh, we dat mogen doen. Als we zo'n een opname opnemen, zo, en dan noemen we dat uh, uh, pre-ouderschap opname. En dan... Al onze meningen en theorieën en filosofieën over uh, kinderen. Over eeuwige. God. En dan een tien jaar opnieuw luisteren als je daar allemaal mee op zitten. Maar We hebben toch ook... we hebben ook een lijstje gemaakt met zo onderwerpen waar mannen niet over mogen praten. Zo, Hoe moeten vrouwen borstvoeding geven? Zo, zo... Alleen we hebben <laughs> toch echt wel een, een lijstje gemaakt. Of zo. Al die topics aansnijden. Al die oh, top, dat ja. vind ik wel een goed idee. De ik zou dan een nog way way dat nog... Als, als vrouwen een Sorry. boek schrijven, hoe, hoe, hoe moet een man masturberen? Ik zou dat toch... eigenlijk dat is grappig gewoon? <laughs> hoe moet... Ja. Oké, okay, uh, hoogtepuntjes komen. <laughs> ja, ik heb, ik heb, uh, ik, uh, ik heb uh, een paar. Ik, ik las vanavond, of daarnet eigenlijk, dat er concrete vredesgesprekken zijn in Rusland en Oekraïne. De, ze hebben gemiet, dus dat vind ik echt... Um, ik kom daar zelfs op terug, omdat, ik, uh, omdat dat mijn stressje terugkomt. Maar ik zag dat en ik dacht zo, yes, eindelijk zijn ze samengekomen. Maar eigenlijk... Um, behalve dat ik naar uh, Hamburg uh, ben geweest, en daar al lang niet meer geweest was, viel het mij op, toen ik door Nederland reed, hoe leuk ik zone 100 vind. En ik ben dus echt... Ik, ik vind... Ik, ik ben... Ja, dus ik weet, je gaat je daar nooit populair mee maken, maar het voordeel van zone 100, à la Nederland, hè, dus van 6 uur s morgens tot 7 uur s avonds, dat ze direct in België doen. Je zit zoveel relaxter. Iedereen rijdt gewoon op cruise control. Je uitstoot, hè, dus voor uw, heel je stikstofdossier en wat is allemaal, is dat veel beter. En ik was eigenlijk aan het rijden en ik dacht... Ik wil dit niet echt, want ik chaise ook liever door. Hm. Maar dat kun je dan na zeven uur doen. Maar eigenlijk, qua gevoel... Dus het was ook echt om... je rijdt dan drie kwartier nog door België. Dan een uur of twee door Nederland. En dan een uur of twee door Duitsland. En ik denk, moest je zo een, 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 ja, een hartslagmeter en andere dingen aanhangen. Je ziet echt in de data... Waar je in Nederland rijdt. Dat is echt waar. Dat, dat is... Heb je daar gecheckt mee ging? Nee, nee, nee. Ja, ik kan nee. dat niet continu. Maar dat ja, was ja. dus echt dat ik dacht: Dit is zo rustgevend om in Nederland te rijden op, dan, hè, op je cruise control. Ik je ik daar toch even. Maar dan ga je rijden toch 105? Ja, ik zet mijn cruise control op 107 of zo. Ja, 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 ja. 10% sneller. Ja. Daar kan ik me ook wel echt aan opjagen, zo mensen die niet op cruise control rijden. En nu, als je op de straat iemand voorbij rijdt ja. en de cruise control, control staat op en je rijdt gewoon rustig verder. En dan st steekt die u terug voorbij. Ah, well, dus en dan vertraagt die. Dan gaat jij terug voorbij. Twee observaties van mijn laatste roadtrip toen ik zo naar Spanje ben geweest. Mensen die aan het bellen zijn, dat zijn de R. Dus je weet, als dit ah, ja. gebeurt, die zijn echt 90% die zijn gewoon aan het bellen. Dus die zijn emotioneel aan het rijden. Die zijn echt zo, dan schiet je die u ineens voorbij, hè. bijna altijd aan het bellen. En uh, dus wat in Spanje heel vaak gebeurde, is dat je dan. Ja, dat die ook nog gas bijgaven, maar dan kwam je altijd in een lastige, gevaarlijke situaties. Dus ik heb ook wel. dus ik heb ik had de regel van: hè, aan boeken heb je ongelimiteerd budget. Daar mag je echt zoveel aan geven als je wilt. En mijn tweede regel is: je moet ook echt langs rechts bij aan, uh, dus dat je zo, dat die Dus dat je dus, je zet je aan de kant, want je gaat die voorbij steken, dan geven die gas bij, want die blijven gewoon links aan het plakken. En dan mocht je echt wel plankgas geven. En zo, daar mogen ze, al, mogen ze altijd een boete voor geven. Oké, okay, dus 100 in Nederland. Ik vind dat echt, als, we dat, als er morgen iemand in België. en nog zo, nog, 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 misschien nog meer voor, het, voor de uh, omgevingsdiscussie. Hè. Dus in Nederland was er, want zoals dat gekomen was een, het groot stikstofdossier. En dan hebben ze gewoon eigenlijk op een weekend beslist: we gaan gewoon deze uh, beslissing nemen. Want dat heeft eigenlijk de grootste, van de beslissingen die we snel kunnen nemen, heeft het de grootste impact. Hmm. En puur als chauffeur ook, denk ik echt, dat is, Ik vind het opnieuw, ik vind het niet leuk per se, maar. Ik, het is mij nog eens opgevallen hoe blij ik mm. daar eigenlijk van werd. Van mm -hmm. gewoon rustig op 100 per uur, niemand dat daar in uw gat echt ligt te hangen. Nie. dat was echt gewoon. Ja, en terwijl dan in Duitsland en België is dat echt. Uh, ja, is dat echt wel een stuk mm -hmm. anders? Geen gedoe met. Hoe, hoe vaak jaagt je u op, jongen? Als er één groep mensen is die je echt. En ik begrijp dat wel dat die truckers moeten inhalen. Je weet dat hem zich echt opjaagt als hij drie keer zijn zin opnieuw moet beginnen. <laughs> ik weet dat hij een Inhaalverbod hebben, sorry, dus er is een inhaalverbod van 5 tot 10, van vijf uur morgens tot 8 uur s'avonds op de meeste Belgische snelwegen. En ik begrijp dat die truckers, als die een lege camion hebben, dat die moeten inhalen. Maar hoe vaak kom je tegen 120 afgereden, die truckers moeten inhalen, dan gaat dat zak daar naar tegen. weer een accordion filen. Dat heb je in Nederland gewoon niet, mm -hmm. want iedereen rijdt daar max. Dus die frustratie, mm -hmm. die frustratie valt volledig weg. Ik heb zo'n paar maanden geleden is iemand, omdat je dan niet juist zei, van dan zijn die Nederlanders zo eens een weekend samen gaan zitten en dan hebben die dat beslist. Hè? Ik heb zo laatst met daar een goed verhaal over horen vertellen, hoe dat het verschil tussen de Belgische politiek en de Nederlandse politiek. En de specifieke case waarmee je dat moet uitleggen was de, uh, de voorsprong dat wij hadden op het implementeren van zonnepanelen en windenergie. Het is een verhaal, dus ik weet niet in hoeverre dat de cijfers kloppen, maar die man vertelde mij dat een paar jaar geleden wij als België ruim voorlagen op de Nederlanders wat betreft implementatie van groene energie. Dus ja, zonnepanelen en vooral in de Noordzee uh, die, ja, die, die windmolens. En hij zegt, en dat is zo frappant, want in Vlaanderen ging dat dan keihard, maar dan kwamen, ja, was die in Vlaanderen een beetje saturatie aan het bereiken. En dan remde dat af en dan die Nederlanders die zagen, oh, nou shit, die belleren zijn ons gewoon aan het inhalen. En dan zijn die gewoon, dat zijn... Dat zijn die gewoon, blijkbaar... Wat krijgen we na? Dat zijn die gewoon uh, zo... Dat is dan blijkbaar typisch Nederland. Kijk, als dat je zoiets zegt, wat doen die dan? Dan gaan die gewoon even met z'n allen in... Een gebouw zitten. In dit geval duurde het wel drie weken. Dan zijn die gewoon drie weken lang tegen elkaar. Gewoon, nou ja, nou nee, ja, nou ja, nou. Maar ik vond wel, ja, nou ja, ja, ja. Drie weken later. En dan drie weken later. En dan weer TikTok-materiaal. En dan drie weken later komen die dat gebouw uit. En dan hebben die echt voor drie weken gelold, Gelijk allee, Gelijk enkel Nederlanders. Gelijk als enkel kunnen. Nederlanders kunnen. Maar daarna zijn die het wel eens met elkaar. En dan gaan die gewoon. Hè. Dus dan zie je op. op. Ik denk dat was. 24 of 36 maanden hadden die ons voorbijgestoken. Want aan de ene keer doen die dat dan over het hele land, Geen die discussie niet meer, nou nee, we hebben drie weken gelopen in 2016, dus nou gaan we gewoon... Ja, dus dat is, ja en dan denk je hmm. de echt, ja, dat is het probleem van, van België hè. De... Je kunt niet, dat kunnen je niet doen hè? dat gaat niet. Er zijn daar veel hè, voorbeelden, het Eurostadion, Zaventem, daar zijn er veel voorbeelden van. Voor mij het, het eerste voorbeeld waar dat bij mij zo heel duidelijk werd van, er is hier toch een probleem, was dat ze zo, dus de Vlaamse, of de, ik denk de federale overheid, bestelde een studie over de veiligheid van nummerplaten. He, dus wat is de combinatie van nummerplaatcombinaties, uh, die het meest zichtbaar zijn in lichte, donkere omstandigheden, in regen, voor bijvoorbeeld ja, ja. flitscamera's, maar ook voor politie en dergelijke. En, uh, want bijvoorbeeld, fun fact, de, de Duitse nummerplaten, die hebben een speciaal ontwikkeld uh, alfabet, lettertype, dat die gebruiken, omdat dat moeilijker na te maken zou zijn of zoiets. En dus die, dus, die, dus die overheid betaalt voor een studie. En daar komt uit dat de meest zichtbare combinatie voor een nummerplaat is een gele achtergrond met zwarte letters op. Dus de, de Nederlandse. Mm -hmm. Dat gaat verder, dat gaat verder. Dat wordt besproken in Belgische kringen. En ze zeggen van misschien moeten wij onze nummerplaten dus ook het veiligste maken dat er is. En dan wordt dat een communautaire discussie, uiteraard, waarin dat dan Lorette Onkelings, of het was een iemand, het, die zegt dan, maar je moet je ook, ook voorstellen, die zegt dus letterlijk, um, dat gaan we niet doen, want geel-zwart zouden ook de kleuren van Vlaanderen kunnen zijn, dat ik denk, maar rood-wit, dat zijn toch ook al dan de kleuren van Wallonië vandaag? Dus, wat, dus dat je effectief een studie hebt die toont, dit is de veiligste combinatie, of de veiligste oplossing, dat ik denk... Oh, waar wachten wij Geel, op? zwart, puur, en dat is niet ja. doorgegaan omdat dat Vlaams getint was. hele achtergrond, zwarte, zwarte oh letters, God. en toen was de teneur, dat gaan we niet doen, want het zou maar eens communitair kunnen. Dat ik echt dacht, en dat is al jaren geleden, hè, van, Wat de fuck, als het puur over veiligheid gaat, wat maakt dan die kleur van die, ik vind ze ook gewoon mooi, de Nederlandse nummerplaten, maar dat terzijde. zo, wat maakt dat dan uit? Mm. Verander dat dan toch gewoon? Dan waren we ook al een stapje dichter, dichter bij de Nederlanden. Ja, hè? wel Laandert Laten we, eigenlijk toch, we weten, allemaal gaan eindigen. Hè? Mogelijks. Ja. In ieder geval, zone 100, ik ben er, uh, ik ben er echt een uh, fan van. En dan ook zo van een zone 30 in, uh, in een stad, in en rond de stad, overal zone 30. Dat vind ik wel een beetje vals. Kazen ook relaxed. Krijg? Dat is wel echt ze man. Aan scholen en zo, sure. Maar Ah, oh, dat moet dan net zo'n 70 zijn, vind ik. Nee, ik. Eigenlijk, dat zijn zo van, opnieuw, dat zijn dingen waar je, je niet populair mee maakt, maar van mij mogen ze morgen stadskernen volleggen met trajectcontrole, mm -hmm. zo'n 30 van maken um, en, gewoon omdat dat heeft zo een impact op je omgeving, hè, dus op fijn uh, uh, op fijnstof en dergelijke, op levenskwaliteit. Als ik in Wenen heb gewoond, dat, dat is, ik zat um, gisteren nog op een terrasje op de Wolstraat hier, hier. Um, in, in, in Wenen kon je op een trasje zitten in het centrum. En het was daar gewoon stil, je hoorde mm -hmm. daar voetgangers, dat is een voetgangerszone. Hier zit je, bijna in België en Nederlandse steden, veel Europese steden hebben dat. Gewoon camion na camion, daar voorbij. Dat echt. Dat je zelfs je tafel voelt trillen. En ik denk, wat mm -hmm. de, hoe? Huh? Ja, dat is en, wel gaaf. En ik begrijp, ja. hè, steden groeien ook organisch. Maar het feit dat wij, uh, ja, ja, voor mij mag dat overal trajectcontrole, voor zo traag mogelijk. En, Defensiever te rijden, hoewel ik, het, hoewel ik zelf ook niet aan de regels hou, altijd. Dat geluid heb je wel vooral in Antwerpen. Hè? Het, ja, in wel... de andere steden heb je veel meer een, uh, ja, een voertuigvrij centrum in Brussel, in Leuven, in Gent. Ja. In Antwerpen is dat nee. Alleen zo rond de Groenplaats. Heb je zo wel een veilig stukje? Ja. Terwijl wel dat, dat is... echt absurd is, waar ik echt wekelijks aan denk. Allee, dit is, kan niet toch niet. Je hebt zo dat stukje, je hebt zo de, um, de muzen, mm -hmm. dat straatje. Zo aan de muze, waar je dan de tram dood ah, jojojo en dan is dat zo soms... oh dat is letterlijk levens... Dus ja, ja. gisteren True. of zo nog of deze, deze ochtend ik moest naar een tandarts ga daar langs en dan komt er zo'n tram door en dan zetten ze op straat oh, oh en dan... maar jij fietst tegen de richting in dan jij mocht niet tegen die richting in fietsen als jij, een... als jij tegen de tram in fietst, dat is verboden voor fietsers hè? die richting ja oké okay, maar <laughs> ja. Ja, ja. Ja. nog zoiets dat is ja. ook alleen ja. in Antwerpen ja. dat je één richting fietstraat hebt. Ja. Ja. daar komt je echt nergens anders ja. tegen maar met de tram wel zo want die straat ja, waar jij het over hebt met de tram omdat de tram niet kan uitwijken maar Bon, misschien uh, staten, naar een ander onderwerp. Als het, als het okay. Ik heb een vraag Even snel tussendoor. Hè. Ik was nu aan het denken over dit. Ah, over deze ding. Dus ik heb hem juist op een deze gedruwd. Mm -hmm. Maar dat is nu niet meer dezelfde die naar mij gaat. Daar gaat hij niet nog eens dichtgaan. Only one way to find out. <laughs> en nu vraag jij je af. Allee, en nu vraag ik mij hoe af, kan hoe, kan dat? Dat? Mm. hoe kan dat? Hoe kan dat... Ja, die noemt uh, Get Wrecked. Hoe kan dat? Ik denk dat die veer opgespannen wordt door, door een combi van verschillende dingen in te. Bon. Ja, bon. Um, ja. Alright. Ja, ja. Um. Mooie site. Stressjes? Stressjes. Ik heb een kleintje gehad, eigenlijk nu net opgekomen toen we hier aankwamen. Hè. Zoals, uh, zoals we de luisteraars al verteld hebben. We zitten op TikTok. Uh, ik ben eigenlijk heel sterk geweest de afgelopen jaren om mij van social media weg te houden dus ik heb uh, eigenlijk deze middag al TikTok terug geïnstalleerd. en ik doe dat open en het eerste, dus je kunt niet de mop maken van je hebt al op dingen geklikt en je hebt al een geschiedenis of wat dan ook. Het eerste wat daarboven boven komt zijn twee, hij ah, was één, 14 jarige, misschien 15, misschien 16 jarige. Ik ken niet uit over wat was aan toen was, maar gezien de context kun je daar wel uh, iets bijmaken. Nee, een dansje ik snap, gewoon. Snap het niet. Een dansje. Een uitdagend dansje. Uh, een uitdagend dansje. Denk een denk uitdagend maar, dansje ja. Fysiek uitdagend. Ik zal u het filmpje doorsturen. <laughs> <laughs> ik, maar ik heb geen TikTok, hè. Ik zit niet op dat soort van... Ik, Maakt ik, niet uit. Ik kan dit ook uppen. Ik had exact, ik heb voor de YouTube-boys TikTok geïnstalleerd. Het eerste filmpje wat ik zie, twee grietjes. Ik ga niet inschatten hoe oud ze waren. Die ze met hun tieten aan het spelen waren. en Het was zo'n ja, nummertje maar... van, no. I drop my tits and I don't care. Dat je echt denkt, maar... Nee, maar nee, maar dat is, dat is echt... het eerste dat je ziet. Ik wil hè? zelfs nu de proef bij. Dus uh, ik heb inderdaad nog niet gescrollt op. Ik klink als oude klagende mannen, maar. Holy ja, moest shit. ik 15 ja. weten, ik zou mijn plat gerukt hebben op TikTok. <laughs> maar... ja, echt zo? Oh. Oké, okay, nu, nu zie ik vechtende jongens. Ah ja, oké. Okay. Ah ja, en het gaat ook weer om een knappe Griet. Sowieso, die. er kont in beeld komt, want. dat heeft er totaal niks mee. Maar, echt... maar ik heb de laatste weken al dikwijls op Twitter zo zien passeren. van zo'n uh, AI-experts die zou echt zeggen dat de, de, het algoritme achter. TikTok, dat dat echt die zeggen dat is het zijn, dat dat echt je brein gewoon gecaptured wordt door, kan ik geloven. Ja, en dat je echt eigenlijk wordt gehijacked. Dat dat mm. echt zot is. Mm. Hoeveel veilig dat die staan in die attention grabbing als al de rest van de sociale media. Mm -hmm. En het, het jongste is dan. Een, eigenlijk is dat bijna een wapen dat China gebruikt op, op de westerse maatschappij. Hè? Want ja, ja. zij, bij hen is het tussen tien en zes niet onder je 18. Zelfs ah, s'avonds en, ah, ja, ja. Dus s avonds en s ochtends, dan, na de elke vijftien minuten komt erop op een examen anders gaan doen. En in het Westen, doe maar, kom jongens, doe ja, maar. Datamining ah. en ja, de hele jeugd. Side note. Nee, maar ja, dat was dus eigenlijk het stressje. Dat ik je leest daar wel over en je weet wel, ja, dat gebeurt. En je ziet dat hier en daar wel en je hoort dat misschien wel van mensen. Maar als je het dan zo recht voor je gezicht, gezicht ziet en je denkt dan mogelijk ook aan kinderen of aan andere dingen. Ik vind dat echt eng. Ik weet dat al een paar keer aan bod is gekomen bij de. Podcast, maar uh, ja zo'n social media. Ik ben blij dat het niet bestond toen dat wij Amai. die leeftijd hadden. Want holy shit. Oh, ik echt, oh nee. ja, hè? ben de boomers die daar aan het klagen zijn over social media, over TikTok. TikTok. Mm -hmm. De ik ben duivel. Niet, aan het, niet aan het klagen. Ik heb vooral, ik voel niet, uh, ik voel vooral ja, medelijden is te sterk. Maar ik ben blij dat ik die fase gewoon dat dat niet bestond toen ja. ik die leeftijd had. En mm. ik zou ook volledig gehoekt zijn en ik denk ook niet dat dat louter negatief is, maar um, Noem één inderdaad. positief ding aan TikTok. Ja, ik, ik denk wel, als je, gelijk kinderen de laatste twee jaar, ook heel uitzonderlijke situatie, gewoon binnen opgesloten zit, dat dat wel een medium is om in contact... Je kunt er creatieve, Ik zie daar ook wel creatieve dingen op gebeuren die eigenlijk pre-TikTok niet bestonden. Um, hoe ver dat dat gaat is natuurlijk een vraag, ja. maar ik, ik zie daar wel... En alles maar om verbonden te blijven met je vrienden, want dat deden wij vroeger ook, maar gewoon op andere manieren. Maar het is wel heel intens. Ik heb ook al wel gehoord dat er zo blijkbaar echt wel zo... Ja, dat de, de bite-sized content, hè, de is dat dan? Zeven, zes, 7 seconden? Mm -hmm. En dat er zo echt van die jonge gastjes zijn die daar zo een TikTok hebben rond investing. In 6, 7 seconden. Ja, ja, ja. En dat ze zo wel zeggen van, ja, dat is wel cool, want... Die jeugd leert wel echt iets van die gasten in 6, 7 seconden, want die brengen dat op een extreem toegankelijke manier. En je leert er wel echt iets van. Ja. Is dat iets dat je wilt leren in bite-sized chunks? Van nee, bite -size maar als dat, de, als dat de gateway drug is, dan is dat oké. Okay, want, ja. want vroeger zou je het gewoon niet zijn, nou, je vroeger, minder snel zijn tegengekomen, omdat het net niet zo viraal ging, of wat ook de reden was. Terwijl nu zie je dingen gebeuren dat als je intrinsiek geïnteresseerd zijn, dat je daar wel in kunt duiken, denk ik. Ja, en plus waar ze aandacht spannen van aan die nieuwe generatie nog maar zeven seconden is. Maar, ja. ook waar, maar voor, ik denk ook wel oprecht dat voor ieder van die oprechte mensen die iets willen bijleren aan kinderen, is er een of andere die dat zijn vijfhonderdste crypto wil verkopen aan de jeugd. Dus ik, ja. ja, en dan rekent je op hun om daar het juiste uit te filteren. Allee, aan wie is het om te zeggen wat juist is? Maar ik denk dat er toch meer. Ja, nu beginnen we echt over. Ja, ik had dus je zeggen, beginnen, want dat, dat dacht na, ons ja. alles ook van toen als het internet kwam. Hè, van, ja. Hoe gaan die kinderen na, 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 maar, op nou navigeren Misschien hebben ze nee. wel een natuurlijke, natuurlijke een aangeleerde maar filter Ik, op ik kocht TikTok. Speelkaarten op de speelplaats, bij, dat, dat had ook een, een waarde. Ik denk dat ouders of andere mensen hebben waar geef je nu 5 euro voor een Yu-Gi-Oh! kaart of voor een bijblijf of weet ik veel wat. En dat was echt gewoon de shit. Maar dat gaat dan eerder om sociale situaties en zo. En, ja. Ja. Oké, okay, cool. TikTok's als Zes, hè. Ik heb uh, ik, uh, ik, een paar weken geleden, uh, dus de laatste weken als ik naar de campen ga, probeer ik er eigenlijk echt consequent het traditie aan te maken om een trein te pakken. Zoveel aangenamer eigenlijk, dat is een directe verbinding, we zit daar op 50 minuutjes. Maar nu de laatste keer moest ik er al op vrijdagavond zijn. Treinen in de camp? Wist je? Technologie in de camp? Wist je? Ja. Maar dat zijn niet die, die dieseltreinen. Genk, hmm. het station van Genk ligt nog verder als het station ja. van Molle. Ja, maar daar, ja, maar daar was... hebben ze technologie wel, daar zijn ze al even mee. Dat, ja? Dat heb bij... ik. Mm. Corda Campus. Dat ligt nog te. Ah, ja. Nieuwe sponsor mm. van Genk. Genk. Er is in uh, Genk. Uh, dus uh, ja, 15 minuten met een trein. Eigenlijk, is er eigenlijk, sorry dat ik het onderbreek, een Campense voetbalploeg die in eerste klasse speelt? Dat bedenk ik mij ineens. Nee. Ja, Westerlo tot een paar jaar geleden. Maar dat was wel een tijd geleden nu, denk ik. Ah ja. Oké. Okay. Nou. Um, dus uh, ja, vrijdagavond, ik pak een trein. Chill. Ik kom de Franco nog tegen op te trein. Ik denk dat dat toen was. Dus ik zei hem al, uh, s'avonds pintje drinken, leuk. Zaterdag moest ik s'avonds terug in Antwerpen zijn. Dus ik pak de trein terug en tot mijn frustratie zie ik, als ik het ticket koop in een NMBS-app, dat er een bus is ingelegd tussen Lier en Herentals, omdat ze aan het werken zijn, aan het spoor. Hmm. En ik zweer het, dat is echt al van mijn studententijd geleden. Nee, dat is al bezig van mijn studententijd. Dus ik heb dat opgezocht. Ze zijn ondertussen acht jaar, acht jaar bezig met de elektrificatie van het spoor tussen Herentals en Mol. Acht jaar. Dus daar zitten, er aan in Herentals, moeten eruit, moeten met zo vol te veel volk in een bus gaan zitten. Waar het een airco kapot van was. Waar de zon volop op stond. Dus dat heb echt een sauna. Die buschauffeur die rijdt daar nog eens een spiegel eraf. Dus die staat een half uur stil terwijl hij de papieren aan het invullen is. En ja, een mm -hmm. Vooral als ik dan... En dat is dan ook weer heel grappig. Uh, want die avond zit ik zo op YouTube. Te, te chillen. En daar komt in één keer... En dat is eigenlijk dan het, uh, het mooie ook van, die stress, van dat stressje. Komt er in één keer een filmpje gepasseerd. Van... Een dude, een Japaner die in zijn vakanties in Japan uh, vlogt. Die maakt daar vlogs van. En hij had een video gemaakt van 22 minuten en hij spreekt er niet in. Het is allemaal hetgeen wat hem denkt, wordt gewoon getipt in als tekst op het scherm. Hmm. En die laat zien hoe dat hem een trein pakt van de ene kant van Japan naar de andere kant met een overnachting erbij. En toen als ik dat zag, toen dacht ik echt oh my god, wij zijn echt wij zijn gewoon, wij zijn aan het falen hè, in Europa, mm. of zeker in België qua, qua, allee, qua openbaar vervoer. Mm. Allee, dat, is echt, dat is wel zot, want dat, dat filmpje dat was zo'n vier dagen online en dat had al 30 miljoen views. Mm. Dus het is ook wel echt, als je het ziet, dat is één, extreem rustgevend en daarnaast dacht ik echt, ja, ik, ik wil gewoon ja, naar Japan. Mm. Dat is daar dat is echt gewoon, dat is, een andere, dat is een andere wereld. Dat zit allemaal zo goed in elkaar en dat is zo goed doordacht en dat is allemaal zo clean en modern en gedigitaliseerd. En... Ja. Er is dus niks dat ik meer haat dan met de trein door België gaan. Ik snap niet dat je daar iets leuk aan vindt. Dat is de meest heldse transportvervoermiddel dat ze ooit <laughs> hebben geïmplementeerd in België. Je komt daaraan. Of al ben je met de fiets gekomen, dus je zweet al, en je moet een plaats zoeken waar je fiets moet parkeren op een parking die veel te ver is van het station. Of met de auto, en je mocht 20 euro betalen per dag om je auto daar te zetten. Of je hebt al op de bus te gezeten en dan heb ik al medelijden met u voordat je daar aankomt. Je moet een trein opstappen. Je mocht geen twee minuten te laat zijn, want de volgende trein is pas binnen een uur. Die is waarschijnlijk vertraagd en misschien ook afgelast. Dus dan is uw hele dag al om zeep. Je stapt op de trein, al die zetels zijn kapot. Die patronen zijn gemaakt zodat je het vuil niet kunt zien op de zetels. Dus. Ja, daarop gaan zitten is al niet aangemaakt. Er is garantie iemand voor, achter of langs u die veel te luid aan de telefoon aan het praten is, voor geen enkele reden. Uh, de conducteur komt langs, juist als je nog je dutje wilt doen morgens. Uw ticket is veel te duur. Uh, de trein heeft sowieso vertraging. Ik, ik weet niet wat je daar leuk aan vindt. Behalve als je 24 uur hebt en je moet een uur afleggen, dan kun je de trein pakken. Maar voor de rest, holy fuck. Ik, er is niks waar ik zo geïrriteerd van word als met de trein. Door België. Allright, dus uh, Jonas slaat zich aan bij. Uh... Ja, ik was ook wel van uh, dus zondag, als ik terugreed van Hamburg, de denkoefening aan het maken, want ik ging tanken. Het was weer 2,20 euro of zo. <coughs> en ik was de denkoefening aan het maken. Aan welke prijs per liter laat ik de auto staan voor uh, de trein te pakken, bijvoorbeeld? Nooit. Ah, wel. En dus dacht ik, wauw, waar, waar pak ik echt graag de auto voor om bijvoorbeeld mijn ouders te bezoeken? Dat is um, vaak in het weekend. Dat is drie uur van deur tot deur, als ik met openbaar vervoer ga. En dan ben je te tellen, ja de auto is een uur, uh, kost mij aan 2 euro, kost mij dat, uh, aan twee euro per liter, kost mij dat dertig euro, de trein is 16. en dan ben je echt te tellen, wacht, dus dat mag echt nog twee, drie keer zo duur worden, want het is ook gewoon drie keer zo snel met de auto, en dan heb ik het nog niet over het comfort, dus... Ga je drie uur naar Genk? Deur tot deur, openbaar vervoer, in het weekend, ja. ja. Oh ja. Want je moet de trein hebben, Antwerpen, die over Brussel-Zaventem rijdt naar Hasselt. In Hasselt moet je dan drie kwartier wachten soms voordat je een verbinding ah, dat is hebt echt naar een Genk. een kutverbinding. En dan moet je, als je uh, een bokkrik of een genk afstapt, nog een bus hebben. Eh, als je uh. een bokkrik afstapt, een bus die voor de deur stopt en anders nog een genk. Dus dat is echt dat is drie uur onderweg op een zondag. En dat het is, is zelfs geen drie uur. Je moet er best een kwartier op voorhand zijn. Ja, ja. Als je iets ja. meemaakt onderweg en jij hebt vijf minuten vertraging, je kunt niet op die minuut spelen... Dus dat is weer een half uur extra op je heel traject, nee. dus. Ja, ik vind de trein ook wel... Maar als het goed maar is, vind ik het zalig, want je kunt gewoon boeken lezen, een beetje naar het raam kijken. Maar, ja... Jongen, je moet ik... zo eens op die zetel kloppen, zo. Paf. Ah, nee. Toen, exact. Nee. Toen ik in Brussel studeerde, ben ik zes maanden elke ochtend... Allee, elke dag naar Brussel gependeld, van Bokrijk dan. Dat was dramatisch. Ik heb echt zoveel boze mensen in Aarschot gezien. Dus als, dan stapten wij over in Hasselt en dan had je de sneltrein... Ik denk Gasseltiest, de Aarschot. Uh, hij is op de berg, uh, Leuven of, uh, of, of dan dan Brussel, mm -hmm. denk ik. En, uh, maar echt mensen die zeiden dat is al de derde, op een vrijdag, dat is al de derde keer deze week dat die trein hier stilstaat. Mijn baas. Ik, ik word gewoon ontslagen Maar echt. Dat de frustratie ervan afdroop En dan ik als student zo, ja, ik vond dat wel heel erg voor die mensen. Maar die, die, ja, die waren echt doodgefrustreerd. Hè. En dat is gewoon de rechtstreekse trein. Hè. Wat, 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 wat kun je daar nu mis aan doen? Mm. Dat was ik voor twee jaar lang. Dus de trein Hasselt, Tiest, Aarschot, Brussel Noord, Brussel Centraal, Brussel Zuid. Dat is de meest hatelijke. Ik weet niet of dat de meest hatelijke trein is. Maar... Ik weet wel, Jezus. Ik, ik heb dit gehoord. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Dus ik ga niet zeggen wie het mij verteld heeft. Het traject Hasselt Leuven. Mm -hmm. Hoeveel incidenten zijn er de laatste zes maanden gebeurd? Met incidenten? Met agressie? Naar de... Nee, nee, nee. Uh, op de sporen. Poeh, wow. Wat gokt je? Van mensen die aan voor een trein springen? Ja. Ja, incidenten op met. Op zes trein. maanden? Op zes maanden. Oh, jong. 10, Elf? <laughs> 28. What the fuck. En een trein die aan 160 rijdt, de max snelheid, in België. Meestal reizen 120, maar aan 160 die alles dichtgooit, heeft nog steeds een rem van 1,2 à 1,5 kilometer. Dus wanneer een, een machinist of dan een, nee, een, een, een bestuurder iemand ziet, is het ook sowieso te laat, die kan niet op tijd stoppen. Oh. 28 op een traject van 50 kilometer. Ja, oh, dat is crazy. echt absurd veel. Dat is wat? zo te zeggen. Paul, ja, even uh, een donkere kritiek, maar... Dus om het mooi. toch op een, Alleen, propere, op, een ja, op een positieve noot te eindigen, ik ga dat filmpje van die Japanse trein in de show notes zetten. Je moet dat echt allemaal zien. Dat is zo ontspannend. En die trein is zo gaaf. Dat lijkt echt dat een man gaat te komen. Zo. Ja. Dat is echt, ja, echt, hm. echt, echt. Ik, ik heb wel nog een stressje. Ik was aan het twijfelen of het een verhaal is of een stressje, maar ik, het is zoiets waar ik mij... Ik ben goed aan het mediteren, dus het raakt mij niet meer zo hard. Maar je weet toch hoe dat zo... Waar is goed mediteren? Uh, sinds de Silent Retreat, echt consistent, elke dag. Nice. Um, um. Er zijn de laatste jaren veel opiniemakers geweest die zeiden, als bijvoorbeeld een vrouw wordt aangesteld als CEO of in een hoge functie zit... <laughs> <Ja. laughs> Hij, hij, was ja, op, hij was iets aan het opzoeken op zijn laptop. Hij hoort mij beginnen. En even, even, dat, even dat laptopje dicht van. Uh oh, oh. Hier moet ik op letten. Dit kan be good. Nee, maar dus, hè, dus. wanneer een vrouw wordt weerhouden voor een functie, evenals een man, dan zijn er talloze opiniemakers en maaksters geweest, die altijd zullen zeggen waarom zeg je erbij dat die vrouw een mama is van zoveel kinderen, dat, die, dat zou je van een man nooit zeggen. Wat ik een terechte opmerking vind, hè, als we bijvoorbeeld zeggen uh, die vrouw is niet geschikt als CEO van Proximus, of is minder geschikt voor die job, want ze heeft ook een druk familieleven, ik vind dat een vrij dwaze argumentatie ja, um, die geveel wordt. Nu, vorige week persconferentie, Merel Malmachi, voorzitter van Groen, die, denk ik, dat je objectief kunt zeggen, sinds de verkiezingen die ze in 2019 eigenlijk verloren... Wel, 2% gestegen, maar eigenlijk verloren hebben. Die al lang had moeten opstappen, volgens velen. Die gewoon eigenlijk moet zeggen van, kijk, ik heb de laatste twee jaar, of het laatste jaar, whatever, er eigenlijk geen klote van gebakken. En uh, ik stap op, ik hou de eer. Die zit op die persconferentie en die zit daar dan en die zegt, ik stap op, voornamelijk uit familiale redenen. Hm. Ik wil meer tijd spenderen met mijn kinderen. Mijn kinderen. En die vertelt dat zo in die pers dat ik echt denk. Sorry, die vertelt in die persconferentie, mijn kinderen hebben sinds COVID een mama gekend die meer thuis was bij hen, maar die nog steeds niet er was. Dus een mooi verhaal. Maar dan denk ik echt: ik ben er aan het luisteren en dan denk ik, maar wacht. Dus als wij zouden zeggen, acht jaar geleden, toen jij voorzitter werd van um, Misschien moet je dat niet doen, want je hebt een gezin. Dan zou je half gecanceld worden, want hè, dan zit jij de misogene man of vrouw die die wat? opmerking maakt. De misogene man. Maakt. Ja, de vrouwhatende man of vrouw die die opmerking maakt. En dan zit hij daar als rolmodel en dan geeft hij exact het argument wat je anders niet mocht. En dan zit ik daar echt net te luisteren. Dan denk ik, maar als je, die, als je niet wilt dat er maatschappelijk die kaart gespeeld wordt, trek die dan toch ook niet zelf en opnieuw. Dat mag de waarheid zijn, hè? ik denk ook dat dat de waarheid is, want dat moet een extreem belastende job zijn voor u. Dus ik heb het niet over het feit dat hij dat inhoudelijk aanhaalt, maar als ik daar wel naar te luisteren, dan denk ik, zijt nu toch eens gewoon consistent. Je, zei, je zou, ik ken mij helemaal met je persoonlijk niet, maar ik kan me voorstellen dat het eerst is om de barricade op te springen, om te zeggen, zeg, je moet wel niet vrouwen anders behandelen dan mannen. En dan zie je dat gewoon zelf doen, en het, was mij nog, het ging nog vooral. Maar wil je dan zeggen dat, stel als dat... Ik vond eh, het jammer. Dat, maar, 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 maar stel, eh, we gaan ervan uit dat dat effectief de reden is... Uw punt is dan dat ze die reden niet mag gebruiken omdat dat afrecht zou kunnen spelen op, de, op andere vrouwen in het werkveld. Ik vind dat je consistent moet zijn. Als ik niet mag zeggen, wat ik opnieuw een terechte opmerking vind, als ik niet mag twijfelen aan de capaciteiten van een vrouw omwille van, of van een man, maar in deze situatie gaat het vaak over vrouwen, met kinderen. Als ik niet mag twijfelen over de capaciteiten omdat er een familieleven is, dan moet je ook niet dat als excuse of als gebruiken wanneer het u goed uitkomt ik vind dat gewoon niet consistent is een hey, beetje en... kalter de bocht nee ja maar ik zeg niet dat dat en het is ook contextgebonden maar ik maar het was vooral opnieuw het gaat mij niet om het feit dat dat niet waar kan zijn ik geloof dat dat waar is maar als je dat als enige reden aanhaalt... Dus dat als de enige? Ja. ja. dat is wel echt... Dat nou, is gewoon niet correct. Dus ik heb het ook specifiek over deze situatie. Ja, ja, ja. Als zij had gezegd van, kijk, ik heb uh, een, een, loon, een, sorry, een kernuitstap onderhandeld, die is er niet gekomen, ik heb eigenlijk de, de voorzittersverkiezingen nipt gewonnen, het is al een jaar slecht, er zit... En ze heeft al zo'n paar dingen gezegd, maar ik denk dat, zoals het bij mij binnenkwam, was 80% van haar argumentatie familiaal. 20% professioneel. Dus als jij morgen naar je aandeelhouders gaat en zegt, eh, voor 80% ja, familiaal is het wel moeilijk om een bedrijf te leiden, en 20% oh, ik heb fouten gemaakt. Terwijl bij een voorzitter is het omgekeerd. Als je als voorzitter opstapt, heb je gewoon... Je bent gewoon niet goed genoeg. En zeg dat dan ook. En dus, dus mijn frustratie kwam vooral, niet of dat waar is of niet... Maar vanuit, gebruik dat nu niet als schild, want dat is ook heel gemakkelijk. Ja, 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 ja. En je zou zelf de eerste zijn om het te veroordelen wanneer je er zelf op wordt aangevallen. Zeg dan gewoon, ik heb met mijn ministers <coughs> misschien foute keuzes gemaakt, de kernhuisstab is niet gelukt, ik hou de eer aan mijzelf, uh, ik heb acht jaar met, met mijn hart en ziel, en nu ga ik mij meer focussen op andere dingen. Maar maak dat niet een beetje à la. Merkel, heeft dat bijvoorbeeld op een heel andere manier, die is ook gaan tuinieren, hè, maar die heeft dat nooit zo ja, effectief, maar die heeft daar voor de rest, die heeft dan nog eens grapje gezegd. En ik weet dat dat andere situaties zijn, maar ik vond dat gewoon, ik was daar naar aan het luisteren, ik heb er veel podcasts ook over geluisterd, dat ik echt denk van, ik vind dat gewoon zo'n gemiste kans, want nu geef je weer munitie aan de mensen die zeggen ja, oh, maar kijk maar naar mij, je is toch ook gestopt voor familiale redenen? Hmm. En dat hij nu gewoon gezegd, om deze redenen stop ik, en ik kijk naar uit om meer tijd om met mijn familie te besteden, mm -hmm. dan was dat een heel andere boodschap geweest, v vind ik. En ik vind, dat gewoon, ik vind dat vooral jammer. Want ik zal zelf nooit zeggen je kunt dat niet doen, want je hebt kinderen, ik vind dat een belachelijke argumentatie. Maar ik ben dan aan het luisteren. En ik denk echt van alleen, geef zij dan een rolmodel. En, nee, zelfs, Dat argument wil ik zelfs niet gebruiken. Ik vind dat gewoon jammer, zo gemiste mm -hmm. kans. En het is vooral daar. Het is het, uh, het schade aandoen aan mensen die dat dan dat argument weer gaan kunnen horen voor twee, drie jaar, dat Tuurlijk. ze het zelf gebruikt tot daartoe. Tuurlijk. Het is vooral de impact op de resten. Cool. Ja. Boys, hoogtepuntjes, de zijn we door. Mm -hmm. Dat uh, leidt ons tot vraag 2 Op een uurtje. Huh? Hey. Also, 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 die eerste vraag. Wie heeft er een leuk verhaaltje? Hast u recent een noemenswaardig essayboek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de YouTube te communiceren? Dat klinkt toch altijd just iets vettiger, vind ik. Nog vettiger. Maar nu ben ik, okay. nu ben ik ook vettig Neder-Duits aan het praten. neder ja? Moraliteit, business, Ois? natuurkunde Iemand de of de andere delen van de algemene kennis. We zijn hem even kwijt, wacht. Oh, ik, ik, vond, ik was wel echt heel blij dat ik uh, weer Duits kon praten. Ik, uh, ik vind het echt een leuke taal om te spreken. Uh, in Duitsland. Ja. En had je ook nog een verhaaltje in het Duits? Ik heb eentje, maar ik weet dat Benny echt al, al weken aan het wachten is om zijn... Uh, Fact, factfulness, want ik wil eigenlijk nog voor de podcast met u afspreken. Van we moeten er zo doorfietsen <laughs> dat, dat, dat hij weer niet net, niet, net niet genoeg tijd heeft om eraan te beginnen. <laughs> ja, maar ik ga nog een weken wachten. Ik wil dat zeker niet forceren. Um, nee, maar ik zou zeggen: go for it. Tenzij dat uh, Jonas nog iets, uh, iets. Nee, nee, nu ben ik benieuwd. Ja, ik ook wel. All dus um, ik heb inderdaad al drie weken, uh, denk ik, of drie opnames lang, um, een boek erop staan, om eens even iets uit voor te lezen. Het boek noemt Factfulness, het is geschreven door Hans Rosling, en dat is denk ik voor mij persoonlijk, he, de manager had ook gevraagd om zo die top drie boeken, nee. ja, moeten we doen. ik denk dat een deze denk, bij mij wel in staat. dat is zo'n mindfuck van een boek, um, dat is een Zweedse uh, statisticus geweest, want die man is uh, komen te gaan, een paar jaar geleden. En die, die, die was eigenlijk arts, denk ik, origineel. Dat is al wel vijf jaar geleden ik hem gelezen heb. Ik denk dat hij eerst arts was. En is hij is in in de derde wereld zaken gaan doen. Um, ja, hè, geneeskunde gaan beoefenen. En daar heeft hij eigenlijk gerealiseerd van dat hetgene dat we leren vandaag over heel de wereld, vooral in de westerse wereld, in lagere school, middelbaar, van hoe dat de wereld effectief in elkaar zit. En hoe dat er... Ja, hoe dat een derde wereldland eruit ziet, hoe, waar, hoeveel mensen dat er in armoede moeten zitten en zo, dat, dat dat eigenlijk niet meer klopt met de realiteit. Met de data. Met de data, met de, data, ja. met de effectieve data. En dat, eigenlijk die boek gaat erover, dat hoe snel dat de wereld eigenlijk is veranderd op een positieve manier. Ja. En dat als wij in ons geval bijvoorbeeld, hè, dat is 10, 15 jaar geleden, dat wij in het middelbaar zaten en dat wij die dingetjes geleerd kregen, toen zat er misschien al vijf jaar veroudering op die data. Hè, want tegen dat die is verzameld, verwerkt, in boeken is gezet en wordt ge geleerd, zit daar al vijf jaar vertraging op. En nu dus is dat misschien twintig jaar geleden dat die effectief is verzameld geweest. En dat de progressie dat er op twintig jaar tijd is gebeurd in de wereld eigenlijk super hoopgevend is. En dat die een boek legt dan eigenlijk in een, op een heel goed geschreven manier, vind ik ook, op een paar honderd bladzijden uit van wat het verschil is tussen. Ja, dat mentale model dat we hebben, de realiteit, en vooral hoe dat je eigenlijk continu moet proberen om je mentaal model van de wereld te updaten naar gelang dat je dingen hoort, dingen leest, dingen ziet. Je... Maar ik zelf een vraag stellen? Ik? Waarvan ik altijd uh, verwaard ben, ben wat de juiste uh, verwoording is. Dus je hebt... Uh, Jij zei net de derde wereld. En je hoort dan, zogezegd, de eerste derde wereld, maar je hoort ook... Um, Developed, uh, developing, ik hoorde ook Global South, wat uh, Chomsky gebruikte. Wat was de, 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 de distinctie of de woorden dat hij.? Want ik vind dat altijd wat moeilijk, want de derde wereld klopt ook niet meer. Als, wa, wa, nee, dus, was ja, dat weet ik niet meer exact. Maar dat wordt ook ja. in een boek uitgelegd: van dat, het idee dat we hebben van een derde wereld, hè, ja. dat dat ook niet meer echt klopt. Ja, want dat. Ja. Op twintig jaar tijd bijvoorbeeld in China zijn er mm. bijna 700 miljoen mensen aan het armoede geklopt in China. India is hetzelfde dan toen. Je kunt ook niet meer Afrika over, de ganze, over dezelfde ding, over dezelfde kam scheren. Ja, Jonas kan nog wel. Ja, ja Jonas kan. Ik kan Ik doe mijn best. Engels, ik doe mijn best. Uh, maar eigenlijk, een boek begint en ik dacht, dat is misschien wel leuk, ook in deze tijden van. Ja, We hebben allemaal het gevoel dat de wereld vergaat. En ik dacht, het is misschien ook wel eens leuk. Spreek voor jezelf. Och, fuck off. En uh, het is misschien het is ook wel... Het als... niet jij op Instorten staat, dan wij <laughs> allemaal. Uh... <laughs> ja, maar allee, we komen uit een globale pandemie. Eh? Uh, we hebben juist een beetje naar lucht kunnen happen. En uh, boem, patat, uh, uh, wereldoorlog, drie de deur. Eh? Maar ik dacht, misschien is het leuk om eens een... Geef ons een hoogte, Meer een positiever in de te brengen. Dus een boek begint met een dertiental uh, vragen. Mm. Die daar eigenlijk zijn punt... Duidelijk maken. Ik zei niet dat we ze alle 13 moeten doen, maar ik dacht dat het misschien wel leuk is om eens aan jullie... En ah, dan gaan we Wees. de antwoorden... Ja ja ja, ja. Oei, oei, oei. ja, ja, ja. Dus het is een quiz, boys. Luisteraar, je, je moogt meedoen terwijl je dit hoort. Um, Oké, okay. dus um, je pakt een... Ja, ik, ik zal ja. papier. Ik ga het zo goed mogelijk in real time proberen te vertalen. Hè. Schrijf eens met je goede hand. <laughs> <laughs> in mijn favoriete mopje over LinkedIn. die. <laughs> Oké. Okay. Um, all right. Dus ik ga um, het gewoon in het Engels voorlezen. In all low-income countries across the world today, how many girls finish primary school? A. 20%. B. 40%. C. 60%. Moeten we het zeggen of moeten we het opschrijven? Schrijven we top? Of. Uh, wacht, hoe gaan dat het beste voor de Misschien eerst alle vragen doen en daarna de antwoorden. Nee? Hmm, ja, jij leest gewoon de vragen, ik zal mijn antwoorden schrijven, en dan Jonas die van hem, en dan gaan we er achteraf over. Goed? Oké. Okay. Ja. Dus, ik, okay? ik geef nu het antwoord Ja, extra vragen. Wat is low-income? Nee. We, like, <laughs> ja. Dat ja. is toch Ai. Maar ik weet niet... Ik Dat wordt in de introductie, ik denk, onder de 2 dollar per dag inkomen. Dat is niet veel. Nee. Um, alright. A, B F, C, je had het al niet genoteerd. Ja. Uh, het antwoord is C. Dus 60% Woehoe. van de, uh, ding, van de ding, meisjes ding. gaan al uh, yeah. naar. Uh, of Finnish primary school zelfs. Um, where does the majority of the world population live? A. Low-income countries. B. Middle-income countries. Of C. High-income countries. De uh, majority, hè? Dus we zijn nu bijna met 8 miljard. Twijfel. Ik denk A. Low income? Ik heb B. Het is, uh, is B. Huh? Middle income. Houd de score bij, hè. Ik moet nu wel wat... eerlijk zeggen dat de context van het boek mij zo. Uh... Biased, ja. Yeah. Yeah. Um, yeah. 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 uh, probeer ik te doen of, dat ge, of dat je een intro niet hebt gehad. Hè? Okay, maar houd man. de score eens bij. Hè? Dus in de last 20 years, the proportion of the world population living in extreme poverty has almost doubled. A. B. Remained more or less the same. See almost halved. Oh, C, C, ja. C, ja. ja. Dat is ook een, daar is een hele mooie kaart van ook, hè? Zo van rode kleuren naar heel groene kleuren. Hoe dat dat update over 20 jaar, dat is... Dat is zot, hè? Ja. Insane. Ja, Hoeveel die grafieken die je dan hebt gezien, en ja. waarschijnlijk ook van die doet, want in is bekend geworden met zo die bollen die daar zo naar boven gaan. Ja, ja. ja, ja. All right, vier. What, what, is the life expectancy of the world? what is the life expectancy of the world today? Dus de gemiddelde levensverwachting voor mensen wereldwijd. Hmm. A. 50 years. B. 60 years. C. 70 years. Goh. Ik weet, Amerika en Europa is 80. Ik ga voor. Ik ben ook weer biased. In mijn... B. Ah, ik voor C. Ja, 70 jaar. Oh. Ja. Dat is toch zot? Dat is mooi. Dat is maf, hè? Mooi. Maar die vrouwen worden nog steeds ouder dan ons. Staat dat ook in dat boek? <laughs> <Nee. laughs> Oké, okay, vraag 5. There are 2 billion children in the world today. ...aged 0 to 15 years old. How many children will there be in the year 2100... ...according to the United Nations? A. 4 billion. B. 3 billion. C. 2 billion. Oh. Dus ik herhaal nog eens. Vandaag zijn er nee, twee... niet alsjeblieft. Ik kan dat kempeltje niet meer. <laughs> Vandaag zijn er 2 miljard kinderen in de wereld. Hm. Tussen 0 en 15 jaar. Hoeveel kinderen gaan er zijn in 2100... According to the United Nations. A, 4 miljard. B, 3 miljard. C, 2 miljard. C. C? Uh, ja, ik had het nog niet geschreven, maar ik ging ook voor 4. Ja, dat ging ik ook doen. Dus 2? Ja, ja, ja 4 miljard. Dus dat blijft gewoon hetzelfde. Dus dat is zot, hè? Dus dat, dat wil zeggen dat, er eigenlijk, dat er, ja, de hoeveelheid kinderen dat erbij komen, is eigenlijk niet heel. Ja. Dus dat is het... Oh, weer... wacht, wacht, wacht. C was? 2 billion. Ah, uh, oké. Okay, yeah, yeah, ja. okay, yeah. Maar niet heel blijft hetzelfde. Dus Het blijft hetzelfde. Dus één op één. Ja, ja, ja. Dus de UN predicts... Vraag 6. De UN predicts that by 2100... the world population will have increased... by another 4 billion people. What is the main reason? A. There will be more children... aged below 15. B. There will be more adults... aged 15 to 74. There will be more very old people... aged 75 and older. Oude mensen. Nee... Maar ja, dat gaat dan over 2100. Ja, dus tegen 2100 komen er nog eens 4 miljard mensen bij. Uh, wat is de voornaamste reden hiervoor? A. Er gaan gewoon meer kinderen zijn onder de 15. B. Er gaan meer volwassenen zijn tussen de 15 en de 74. Of C. Er gaan meer oude mensen zijn 75 jaar en ouder. Ik hoop dat we tegen dan niet meer doodgaan. Dus hij. Hey. zijn al oude mensen hier. Ja, nee, ik ga ook voor. Anders leg ik met een kaas. Ik zeg ook C, gebaseerd op voor je vraag met die gemiddelde leeftijdswaarde. 6b, dus meer volwassenen. Ja, ik was aan het twijfelen, maar dan met dat 2100 is zo, omdat dat nog 80 jaar is, is dat zo wat ver. Ik dacht, dan zijn die dood. Tegen dan leven we allemaal voor altijd. Oftewel zijn we allemaal dood of we blijven voor altijd leven. Ik vind het wel raar dat de kinderen hetzelfde blijven, vraag zoveel, en dan de volwassenen gaan omhoog. Dat wordt in een boek ook uitgelegd. Ja. Uh, ja, de levenswachting stijgt. Toch? Ja. Maar dan zou je denken dat de hoogste categorie omhoog gaat. Ja, well, dat, dat was dus ook wat ik dacht met het antwoord. Maar, maar de middelste gaat omhoog. Ja. ja Oké. Okay. Hey. Um, We moeten de boekjes lezen, denk ik. Yes. 7. How did the number of deaths, deaths per year from natural disasters change over the last 100 years? A. More than doubled. B. Remained about the same. C decreased to less than half. Wacht, total. Ja, dus de hoeveelheid doden per jaar door natuurlijke uh, ongevallen de laatste 100 jaar. Absoluut uh, dubbel dan. Ja, dus is dat verdubbeld? Is dat ongeveer hetzelfde gebleven of is dat gehalveerd? Verdubbeld. Uh, maar gewoon uh, omdat echt? er meer mensen zijn ook. Uh, ja het is de hoeveelheid aan doden in ja. absolute getallen absolute getallen ja ja ik ja, ja. nog één keer lezen sorry how did the number of deaths per year from natural disasters change over the last hundred years a more than doubled b remained about the same c decreased to less than half ah ik zou b of c zeggen jij zegt a hè denkt... ja ik denk door de context zou ik iets anders zeggen maar op gevoel zou ik a zeggen ja. gewoon omdat we met meer, Deel, zijn, ja, meer zijn in meer zijn en ja. Nee, ik ga voor nu, ja. C gaan. Gehalveerd? Ik twijfel dat ze bnc. C? B en C. C? Ja. N? A. A. Het is C. gehalveerd. Maar dat het is, is inderdaad wel een beetje hoe je het hoe framed, want nominaal zou je verwachten dat... Maar ik, nee, ik, mijn redenering was dat er inderdaad gewoon aan natural disasters veel minder mensen sterven. Punt. Door... Stenen huizen, door whatever. Dat is vroeger veel meer aan. Door betere ziekenhuizen. Gelijk een plaag. 100 jaar of 200 jaar geleden zou ik weet niet hoeveel mensen hebben gedood. Terwijl nu dat is zo. En exact Medicijnen. Ja, ik dacht, we zijn met meer en er gebeuren meer dingen. Maar dat zat hij, want je krijgt zoveel berichtgeving over orkanen hier en vulkanen daar. Is dat boek geschreven voor corona? Ja. Kan nog. Kan nog. Kan nog. Uh, all right. Echt. Uh, There are roughly 7 billion people in the world today. Which map shows best where they live? Each figure represents 1 billion people. Uh, ja, ik oh, kan, misschien, kan dat misschien... Ik uitleggen, Dus uh, Of skip hem. Wordt dat te moeilijk om uit te leggen? Ja, ik skip hem. Oké. Okay. Okay. Trouwens... Daaraan zit hij al, roughly 7 miljard. We zijn al over 8 miljard, hè? Hmm. Paar... Nee, 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 nee. Ah, ja, ik dacht een paar weken geleden dat we erover zijn. Zijn we vorige week in die World Ometer? Ja. Ja, ja. En vorige week hebben we die nog opgezet en toen waren we juist zo er tegenaan aan te kittelen. Oké, okay, wacht. Ik vind nee. dat wel een zalige website trouwens, World Ometer. Ja. Worldometers.info. Oh, we zitten op 7 miljard 936 miljoen en uh, dan gaat het verder. Maar dus ja, we zitten echt tegen de 8 miljard aan te kittelen. Zalig. Nice. All right, dan gaan we naar 9. Dat is nog vier vragen, boys. How many of the world's one-year-old children today have been vaccinated against some disease? A, 20%, B, 50%, C, 80%. Uh, dat is moeilijk. Dan ga ik voor B, denk ik. Ik nee, ga ook voor C. Nee, ik uh, ga ook voor B. C, dacht ik. <laughs> ik dacht dat dat, dat te optimistisch is. Dat is toch zot, hè? Dat, dat is zalig, af. jong. Dat is ja. geweldig. Prachtig. Ik dacht dat stopt ik met 80%. Oh ja. 10: Worldwide, 30-year-old men have spent 10 years in school on average. Dus dat is het gemiddelde. How many years have women of the same age spent in school? A, 9 years. B, 6 years. C, 3 years. Ja. Gemiddeld. Ik ga gewoon A zeggen, denk ik. Maar nu ben ik weer een. Is dat dan te optimistisch? A of B twijfel ik, ja, maar ik ga ook voor A gaan. Maar ik denk dat dat dan weer te optimistisch is, waarin de vorige vraag niet optimistisch genoeg was. Het is A. Woehoe! Hey. Maar ja, ja. Dus, dus, dus wat? Dus die vrouwen? Negen! Maar ik denk... De gelijkheid is hier. We gaan ermee stoppen. Genoeg gezegd. <laughs> ja, maar ja, ik, denk, ik denk dat dat komt omdat in het Westen is het al een paar jaar dat er... Vergeet meer vrouwen studeren. Als, ja, nou ja, dat als, gemiddelde. Uh, dus de haalt gemiddeld wel naar boven. Hè? Maar langs aan de andere kant, we zijn ook bij mij allemaal dus Goed, uh, nog drie vragen. Uh, elf. In 1996, tigers, giant pandas en black rhinos were all listed as endangered. How many of these three species are more critically endangered today? A. Two of them. B. One of them. C. None of them. Normaal zou ik zeggen B, maar door de boek zou ik zeggen C. Maar dat is dan misschien weer top. Nee, C. C. Ja, ja, C. Dus die zijn allemaal niet meer, zijn allemaal niet meer uh, critically endangered. Ja. Dus op 20 jaar, 25 jaar, 26 jaar hebben we daarin getrokken. Ja, door de boek, maar ook um, omdat er meer... Ik zou ook zeggen, er is gewoon meer aandacht voor, er zijn meer middelen om die leven... Er is meer uh, kennis rond hoe je uh, reservaten en dergelijke kunt opzetten. Mm -hmm. Dus Vind ja... Ik. Vindt jij dat persoonlijk iets belangrijk? Die uitgestorven soorten? Ja. Enkel in de. Mogen we daar even over praten? Tuurlijk. Ja, ja. Um, ik vind dat enkel relevant in de mate van lokale ecologie. Dus als een soort. Mm. Dus ook, ook in de andere richting, hè? wanneer je dan die neen dwaas dwaasheid, dat een konijn zet in Nieuw-Zeeland. En ineens is Nieuw-Zeeland <laughs> vol met konijnen of met walwasset well of eeuwen ja, ja, ja. of zoiets. Dus alles wat een lokale ecologie verstoort in de negatieve zin door, hè, door iets wat uitsterft of in de. Ja, ook in de negatieve zin door iets wat domineert, wat geen natuurlijke vijand heeft. Dat vind ik... Dat, dat is dramatisch. Maar dat een soort uitsterft zonder repercussies... kun couldn't care less. Maar pak nu gewoon... Stel, pandas bestaan alleen nog in... Uh, ...dierentuinen. Wel, dan heb ik liever dat ze allemaal uitsterven. Ja. En doet u daar Iets <laughs> persoonlijk? Oh ja. Um, nee, want... Doet mij toch ook niks dat ik geen T-Rex kan zien? Ik vind dat ja, jammer, inderdaad. maar allee, waarom Was... zou je. Het doet u iets als je het gekend hebt en ja. dan niet meer. Maar de volgende generatie die dat nooit gekend heeft, die gaat er nooit ineens zeggen: Ik wil een, ik wil een beer zien dat wit en zwart is. Jongen, ja. er zijn bruine beren, witte benen, zwarte... <laughs> Toen, waarom een een panda? Allee, zo, zo daar gemeint. Ik wil ook een T-Rex zien. Maar. Ik, ik vond wat jij zegt wel echt heel goed. Het ecologische is heel belangrijk. En als het daar zware impact op heeft, kunnen we daar zeker naar kijken. En al de rest, ja spijtig. Mm -hmm. Er is trouwens een geweldige, een geweldige weetje over de, de, de Chinese panda, denk ik dat dat noemt. Mm -hmm. um, die beesten zijn dus legendarisch asexueel Dus die vrouwkes zijn één dag per jaar, denk ik, vruchtbaar. Mm -hmm. En die mannetjes, die zijn zo tam en zo asexueel <laughs> dat ze in die zoals waar zitten, waaronder in Paradijs. Beginnen ze twee weken op voorhand, die mannetjes, panda-porno- ...te laten zien, 24-7, terwijl die aan een bamboe aan het fretten zijn... ...zo man. Oh yeah, ...naar die panda-porno aan het zien. Maar wat is panda-porno? Ja, gewoon. Pandas Be die aan het poepen zijn. Beelden daarvan. Beelden daar e oh, nee, Echt op tv zo. So Echt waar. Echt, uh... En dan na twee weken gewoon aan het fretten en naar die panda-porno kijken... ...zetten ze dan eh, een groot spektakel... <laughs> ...zo het kooien van de vrouw kan ...waarschijnlijk met wat vuurwerk er rond of zo... ...van come on, het is de tijd, gaat ervoor... En dan nog eens 50-50, of dat die mannekespanda hitsig genoeg is om als een tamme reet terecht te komen en te gaan poepen. Kijk, en dan denk ja. ik, dat uitsterven, zo raar is het toch niet? Mannekes, er is een limiet. Ja, die hebben het wel verdiend. Het is ja, dat is een eigen, eigen schuld. Uh, um, All right, cool. Um, maar nee, het doet mij dus eigenlijk niks. Oh, nee, maar oh. Twee laatste vragen. Uh, 12. How many people in the world have some access to electricity? A, 20%, B, 50%, C, 80%? Some access. Dus daarom niet per se ook thuis of zo. Of regulier. Of constant. Pff, dan ga ik zeggen, 80. Ja, ik ook. Ja, zust. Dat is toch ook, dat is Dat is toch maf? Ja. Maar als je dan al hoort dat. O, wat was dat weer? Er is ook zo'n gigantisch hoog cijfer van hoeveel mensen een gsm hebben. Mm. Dan kan het ook niet anders dat je ergens wat mm -hmm. tijd hebt. Dus. Ja. Maar goed, hè. En dan de laatste. Global climate experts believe that over the next 100 years the average temperature will a. get warmer, b. remain the same, c. get colder. Als het nu niet a. is, dan ga ik lastig zijn. Ja, het is toch get warmer. Maar ik... Okay, ja. Het boek heeft me hè, tegen erin, maar ik ga lastig zijn als het niet A is. Wacht, Want lees, dan nog ga eens, lees nog eens. Ik zeker met de auto blijven gaan en die treinen mogen allemaal buiten. <laughs> Global climate experts believe that over the next 100 years the average temperature will A. get warmer, ja. B. remain the same, C. get cold. Ja, warmer. inderdaad, als dat nu niet A is, waar <laughs> hebben wij dan. Wat welke... zijn we dan mee bezig? Die bospot? bos <laughs> 2,5 graden was toch tegen het einde, wat je toch altijd in die IPCC-rapporten en zo leert? Klaar? Oh, ik... Uh, gaan de boel afbreken? Ja, zeg maar. Ah. Oké, Zo. Als de wereld is we nog, zijn nog zee, naar de kool, zee, ja, Er zijn nog zekerheden, we gaan nog dood. Voilà, en uh, als je meer wilt weten achter uh, al die cijfers en nog coole facts zoals... Tegen 2100 zijn we met 10 miljard mensen. Wat is de enige plaats waar dat die mensen er gaan bijkomen? Uranus. <laughs> ja. Dat is niet even make any. Dat is een even make any. Geen idee. Afrika. Ah, ik het enige India. continent. Hmm. Nee, het enige continent. Dus daar gaan ze van 1 miljard naar 4 miljard gaan volgens de huidige voorspellingen. En over al de resten in de wereld zijn we aan talen. Ik talen. Nu zijn we zelfs officieel denk ik, overal aan talen buiten India. Ah, ja. Ik heb 9 op 12. Ik heb ook 9. Nice, boys. Zeer netjes. Is dat bovengemiddeld? Ja, dat is bovengemiddeld. Nice. Nu, de boek is al wel iets ouder. Hè? Dus ik denk dat ondertussen ook al wel moet ja. wel al wat meer over alleen verspreid is, maar en zo dat hongersnootje dat het nu op komst is kan ook wel wat ja. beter voor Dat staat bij mij mijn verhaal. Bij de laatste. Ja. Ja, voordat we dan over film gaan spreken hebben we ons nu een paar minuutjes hebben we ons toch wel wat beter gevoeld, hè? Nee? Ik ja. vind zo'n boek echt heel cool. We moeten daar meer. Ligt ook zo'n beetje in lijn met niet uh, Angels of Our Better Better Angels of Our Nature, maar dat andere Better boek van Angels Pinker. Angels of Our Nature? Ja, maar dat andere boek van Pinker. Z ja, die, die heb nou je ja, al gelezen? Uh, ja, ja, maar ik vind dat zo. Die boeken zijn altijd ook veel kritiek over methodiek en ja, dat ja, ja, ja. Maar zo, de gist. De, 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 het is zo uh, gemakkelijk om cynisch en negatief te zijn over de wereld. Maar als je inderdaad naar data gaat kijken. Oh ja, wat een geweldige plek is deze. Allee, ja, nee, hoeveel progressie is er gewoon gemaakt? En hoe zwaar is onze negativity bias? Okay. Dat vooral. Ja. Ja. Hoe hard zijn wij door ons nieuws en de negativity bias in dat nieuws? Mm -hmm. Daar. Want ja. Dat is gewoon, dit is niet iets zoals een oorlog die na overnacht uitbreekt. Dit is het resultaat van decennia aan continue inzet door landen uh, organisaties. Decennia. Recency bias, aan millennia. And, uh... Ja, of millennia. Maar, ja, ja, maar, maar vooral in de laatste honderd jaar is er echt gigantische ja. vooruitgang gemaakt. Maar ja, je kunt niet, je kunt niet op de volgpagina van je gazette zetten. Vandaag is er 0,001% van de mensen uit de wereld uit, uit armoede geknopen. Mm. Dat, dat doet het niet, hè, omdat dat iets. Ja, ja, stapsgewijs is het, maar het resultaat is wel nog altijd gewoon. En het is natuurlijk Zalig. ook zo: voor elk individueel persoon of zelfs dier is ook de verandering, het, het tempo van verandering is veel te laag om dat te zien. Je moet uitzoomen naar decennia of zelfs langer om die progressie te kunnen zien. Terwijl voor een individu kan nog steeds morgen van honger, sterven of van uh, overgewicht uh, en dan zeggen: ja, maar hier is het toch niet zo, maar dat is omdat uw sample size sowieso al te klein is, maar ook uw leven is. Te snel voor die traagheid van progressie. Maar als je dan uitzoomt, dan is het ineens wow, het is hier wel mm. beter geworden. Ik heb die nummers al vaak. Ik eh, kende ze iets of wat niet zo fel. Ik wist niet dat het zo goed was allemaal. Maar dat bij mij vaak bovenkomt in discussies is zo. Mijn zusje is helemaal niet zo kapitalistisch. En ik ben nog wel vrij kapitalistisch. Dus we hebben soms zo economische discussies van hoe je dingen moet aanpakken. En mijn visie is heel vaak geweest van. Dat um, oh, was de quote: The rising tide lifts all waves. Al boats. All boats, dat mm. was wij bijna juist. Uh, dus met dat wij het hier zo goed doen. nu dan trekken we weer alle uh, schouderklopjes op onszelf. <kwijnt> maar dat dat enorm veel goede impact kan hebben op de rest van de wereld ook. En dat het niet is dat het geen off-verhaal moet zijn. tussen dat de ene beter wordt en de andere slechter. Maar dat er effectief. en mm. die nummers zeggen het voor mij nog duidelijker. Een verhaal kan zijn waarin dat iedereen beter wordt over tijd. Er ja. hoeft niemand af te zien, eigenlijk. Ja. Niet om te zeggen dat er geen ongelijkheid is. Hè? begrijp je niet verkeerd. Er is zeker ongelijkheid en het kan altijd beter en we kunnen het meer in balans brengen. Maar in het algemeen, over de laatste honderd jaar, ondanks dat je zo heel veel ja, Westen, Eerste Wereld, Twee, Derde Wereldlanden hebt, zijn we er allemaal maar heel veel op vooruit. Maar je hebt ook die. dat is een boetade, uiteraard. Maar de vraag, zou je liever. Uh Lodewijk de 14e zijn of eender welke heerser in de 14e, 15e, 16e, 17e pakt tot, tot eigenlijk de 19e eeuw willen zijn, of bourgeoisie, of aristocratie, of een arm, of een ja, arm is dan te geladen, of een gewoon persoon hier, maar dan begint je daar begint je da in data te gieten en dan ziet je ineens, ah anesthesie dat bestond niet. Ze zijn vrouwen pas, want ik had het op een podcast gehoord, ze zijn pas in 1947 met verdoving beginnen bij zwangerschappen, daarvoor was het gewoon eter tegen een bakkes en pass out. Dus ze hebben alle vrouwen tot ongeveer begin 1900, hebben zonder enige verdoving een kind op de wereld gezet. Gewoon al, zo, dan mocht jij nog de vrouw zijn van, whoever, zo, je hebt geen stromend water, je hebt geen elektriciteit, je hebt geen verdoven, je hebt gewoon niks. En dat is gewoon de grootste deel, het grootste deel van de geschiedenis geweest. En als je dan die boeken leest, is dat wel zo van: wow, dat, dat is tenminste al geen. Allee, of in veel mindere mate een, een mm -hmm. realiteit die veel mensen meemaken. Well. Ja, dat is gewoon ook allee, Voor mij komt dat ook eigenlijk. Dat is zo dubbel, hè, want als je dan dit soort van boeken leest, wat dan ook altijd wel een beetje de conclusie is, is zo: ja, de, gewoon de, de kracht ook in het, van het kapitalisme, hè, dat dat de eerste keer was dat wij als, als collectief. ...konden gaan samenwerken, waarbij dat de beide partijen um, ja, meerwaarde kregen van het samenwerken. Je doet 1 plus 1 en dat wordt 3. En dat dat op 100 jaar tijd voor zo'n boom aan, aan ja, economische waarde en welvaart heeft gezorgd... ...dat inderdaad die, die, die wave, die heeft gewoon gigantisch veel positief gedaan... Hè. Mm. Ja, nadeel natuurlijk is als je dat terugtrekt van waar komt ook wel een heel groot deel al die economische welvaart vandaan, dat is ook die toegang tot die energiebronnen dat we de laatste 100 jaar hebben gehad en dat we olie zijn kunnen gaan beginnen, uh, hebben ontdekt en zijn kunnen gaan inzetten en, en ja, dat heeft wel ten koste gegaan voor een groot deel van het klimaat en daar zitten we nu een beetje met de gebakken peren, maar daarom denk ik zo altijd een beetje voorzichtig tegenover mensen die dan zeggen, ja maar het kapitalisme dit en het kapitalisme daar. dat is zo, ja, 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 oké, okay, maar geeft dus een alternatief. Hè? En dan nog, het kapitalisme aan zich, daar hebben we het denk ik ooit al eens over gehad, bestaan, niet. Hè? Je hebt het kapitalisme in Zweden, is iets totaal anders dan het kapitalisme in Amerika en het kapitalisme in India. Dat zijn allemaal verschillende zaken, maar de essentie is wel die uh, 1 plus 1 wordt 3. En mm. je maakt de koek niet, je verdeelt de koek niet, maar je maakt de koek collectief groter. Ik ben... Uh, het boek waar Naval van zegt dat uh, het grootste impact op mij gehad het laatste decennium, is... Uh, of de schrijver is David Deutsch, en die heeft dan Beginning of Infinity en um, uh, nog een boek. Maar Beginning of Infinity raadt Navala aan als dit is het boek van de laatste tien jaar, wat uw denken gaat doen, gaat exploderen, de, 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 uw, uw denkritme. Ik ben er al een paar keer in begonnen, het is echt een moeilijk boek, het is dus zware lectuur. Maar er is ook een gast, Brad, Brad nog iets, Hij maakt een podcast, heet de Tokkast TOK-kast. En daarin praat hij over dat boek en over David Deutsch. En eigenlijk zijn Naval en Brad twee uh, mensen die uh, de interpreta interpretator zijn van. Uh, en die dat proberen uit te leggen. En er is een goede podcast. <laughs> ik denk aflevering 59 van die podcast. tokkast, gaat over sustainability. Ik uh, ga niet proberen te, na te vertellen, want ik ga dat butje Mensen kunnen dat luisteren. Maar het basisargument is dat die, die visie vanuit. we hebben maar zoveel resources. we moeten die beschermen. we moeten minder doen. is echt dat is verwerpelijk. Wij hebben genoeg. Omdat kennis constant vooruit gaat, gaan wij constant nieuwe resources vinden in dingen die daarvoor gewoon geen resource waren. En dat is de uitdaging. Uranium komt uit een bepaalde gesteente of zo. En hij gaf dat voorbeeld. Tot wij nucleaire energie ontdekken in de jaren 40, is die steen totaal waardeloos voor ons. Of dat gesteente of whatever dat is, is totaal waardeloos voor ons. Eens dat wij nucleaire energie ontdekken, wordt dat meteen heel belangrijk. En hij zegt: Zo zijn er nog honderden energiebronnen die gewoon klaar liggen voor het grijpen, gelijk de zon, wij, wij ontvangen 7000 keer de energie die we op een aarde op een dag nodig hebben van de zon. Elke dag veel, meer, het, veel of, meer. of veel meer. Ja, ja. We hebben gewoon nog niet de kennis om dat te capteren. Maar eens dat je met die kennis begint, kun je ineens uh, oceanen beginnen te ontzouten voor water, je kunt, je kunt uh, uh, stranded energy gaan op. En dat argument, en opnieuw, ik wil daar zwaar in verdiepen, want ik, dat, dat, ik vind dat ook veel, een veel positiever kijk naar de, naar de wereld, dat gaat vooral uit van wetenschappelijk onderzoek ga maar ontdekken maak het voor iedereen beter doe waar je goed in bent, en niet vanuit een schaarste vanuit nee 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 de koek is maar zo groot zet jij je temperatuur je thermostaat wat lager en doet jij een trui meer aan zo dat kan een korte termijn maar de lange termijn visie moet altijd zijn meer kennis meer access meer ja en dan meer technologie en, allee, meer wetenschap, en dan to technologische toepassing van wetenschap en ik vind dat zo verlichtend om dat te horen. Dat is echt zo, ja, dat is die hmm. positieve visie. Er is meer als genoeg energie, voor nog, want nu ook, ja, we moeten minder verbruiken, want dat zegt, nee jong, wij moeten nog duizend keer zoveel. De, de maatstaf waarin je de evolutie van civilisaties, of ja, wat is het mooie Nederlands voor civilizations, meet, is... samenlevingen. Samenlevingen, is die een energieconsumptie hmm. of, of energie opwekken. Dus elke samenleving die wij antropologisch onderzoeken, kun je... Op een, letterlijk op een schaal zetten hoeveel energie wordt er opgewekt. En dan gaat je van meest rudimentair tot meest uh, uh, gespecialiseerd. En dat is echt een lijn met energie. En dan denk ik, joh, inderdaad, bouw die SMB's op de banken in de Noordzee. En, wat, het is wat, we moeten niet in details gaan, maar dat idee van, er is zoveel te ontdekken en dat is een, dat is een uitsluitend positief vraagstuk. Of, of zo zou je dat kunnen verwoorden. Hmm. En die talkcast en zeker die aflevering over sustainability, echt... Uh, ja, heel goed. En dus Beginnings of Infinity gaat er ook over, maar ik zit er nog niet. Maar dat boek wordt uh, vaak aangeraden. Is echt, uh, het lijkt mij een topboek om je denken daar ook uh, in uh, te trainen. Hm. Ik heb daar ook heel lang zo over nagedacht. Als in de wetenschap en het onderzoeken en de nieuwe dingen lossen alles wel op. En ik geloof daar in de grond nog altijd enorm in. Ook opwarming van de aarde, inderdaad. Ik geloof oprecht dat we daar wel uitkomen. Als we daar genoeg brainpower naartoe goo gooien komen daar wel uit, maar ik denk, sinds dat, ik geloof zelf dat het nog Sam Harris was, een paar jaar geleden, een, uh, een mooie vergelijking heeft gedaan, tussen uh, ja, uitvindingen doen of achter nieuwe dingen komen, en een soort stel je voor dat je een zakje hebt vol met ballen in. Uh, dat hebben wij. <laughs> Oh god. Uh, you going dus, so uh, well. Ja. En we waren zo, zo professioneel goed. bezig, zo mooi. Vertel me. Uh, dus, uh, en stel, daar zitten een honderdtal uh, ballen in. Mm. En uh, het zijn allemaal rode ballen, behalve eentje is zwart. Eigenlijk. Uh, eigenlijk ja, okay. ik weet waar je naartoe gaat. Ja. En wat de wetenschap eigenlijk doet, ook al zullen we <laughs> dat nooit toegeven en zullen we altijd heel hard gaan over de, de wetenschappelijke context volgen, en stappen en veilig zijn en proberen. Eigenlijk het enige wat we doen als we nieuwe dingen proberen, en dat gaat van twee rotsen bij elkaar kletsen en vuur krijgen, tot en met uranium uh, volledig ontginnen en kernreactoren aanzwengelen, is op goed geluk dingen doen en uit die zak een bal trekken, een uitvinding, en hopen dat het werkt. En ik ben waarschijnlijk zijn analogie helemaal aan het butcheren hier, ik kan dat veel beter uitleggen. Het is gewoon de vraag op welk moment, en zeker nu dat je merkt dat uitvindingen en nieuwe dingen. Een impact zoveel groter is. Hè? Twee stenen samenkletsen, kletsen, je sticht een vuur, oké, okay, je bosje brand af. Dat is de impact. Als je nu iets fout doet met kernenergie, ja, dat is een hele stad weg. Of de hele wereld ligt op zijn gat, eigenlijk. Je doet iets fout met biomedici. Uh, twee, en... twee jaar geleden, experiment in het CERN, dat ze, zo, ze hadden het gedaan, een paar weken daarna kregen ze de resultaten binnen, en zeiden zo, oké, okay, met die supercollider, ik, ik ben het ook aan het butcheren, ja. maar er was zo één kans op 10.000. Het was zo, zo net te laat. Allee, de kans was eigenlijk te groot dat... Effectief, als dat misging, gewoon zo'n implosie van zo. Allez, weet waar het gaat. Ja, echt ja. gewoon zo één kans op 10.000. Oepsie. Oeps, en ja. inderdaad, twee, drie jaar geleden, misschien experimentjes met vleermuizen geweest. En ja, nu zitten we hier. Mm -hmm. uh, mm -hmm. En hetzelfde, blijkbaar is er ook een, een mooi verhaal, staat ook ergens in een boek. van toen dat ze net de eerste atoombom gingen droppen. Was er iemand die dat, een wetenschapper, die dat uh, eigenlijk in de control room zat, denk ik, van heel, dat, heel die operatie, honderden mensen mee bezig? We zijn klaar om ons bommetje te droppen. Iedereen veilige afstand, want we weten wel, het gaat ontploffen, we hebben dat onderzocht, we hebben er vertrouwen in. Die dat toen zei: Ah, maar wacht, het zou wel eens kunnen dat er een, ker-, een uh, kettingreactie zich voordoet in de lucht. Waardoor dat we allemaal, hè, dat er kleine ontploffingen elkaar opvolgen, en dat de radio's eigenlijk vijf keer zo groot is dan we denken, of zoiets. Hm. kwam kwam min mee of meer dat op neer. de atmosfeer neer. opbrand, dacht ik. Ja, of de atmosfeer opbrand, ja. Ja. Maar de ik weet niet of het nu de volledige was, of de radio. In ieder geval, de impact was veel groter. En daar komen ze tien minuten, of misschien ben ik nu aan het overdrijven, zo zit het in mijn gedachten in ieder geval, komen ze daarachter. En dan denk ik, ja, allee, als we zo verder doen en we blijven gewoon balletjes trekken, na een, na een tijdje wordt de kans ook gewoon groot dat die zwarte, vettige bal uit de zak komt. Maar en er is ook daar alternatief uit. hè? Dat is gewoon de, 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 de motor van progress. Nee, nee ja. de, die, dus... die zwarte bal zit er. Hè? Maar ik zou niet, daar vraagt me dan af. De analogie is niet dat de totaliteit van wetenschappen, van dekkingen zijn hè, zoveel ballen en er zit één zwart. Ik denk gewoon. Uh, ja, maar die analogie is ook. Binnen zoveel domeinen en subdomeinen heb je honderd ballen. En er zitten er en zolang. Uh, ja, zwart. Ja, we hebben er nu een aantal grijze gehad. Zo'n mm. corona. Of dat al dan niet man was. Uh, Kernbommen en zo. Dat heeft ook goede impact maar gehad. Kernbommen zijn die grijze, die zijn zwart. Hè? Ja, Kernenergiepact. Uh, uh, dat heeft ook ja. positieve dingen gehad. En het is gewoon. Ja, totdat er iemand twee dingen samenbrengt en oeps. Nee. Maar dat is toch ook de. Ja, ik weet niet dat die juiste zegwijze begint, maar dat er zo op neerkomt van ja, wij zijn gewoon. wij, worden, wij, worden, wij zijn apen die dat slimmer worden als dat we wijs worden. Hmm. Maar we zouden eigenlijk moeten zien dat we even snel wijs worden als dat we slim worden. Eén oplossing, hè? De zwarte bal. AI. Gewoon ja. General AI. AI. Ja, dit gesprek is al. Ja. Honderdduizenden uren gevoegd in Silicon Valley en de top aap, de, de Musk, heeft dan gewoon gezegd: Ja, nu En dan is hij, ja, dat is. Ja, na dat verhaal van King, Julian, uh, King Richard, vraag ik me af: ja, dat is ook gewoon AI, maar gewoon uh, op de zeer fysieke, analoge manier. Die heeft gewoon een programma uitgeschreven. Ja, voor zijn... Uh, uh, trouw, heel snel, uh, we gaan er geen wetenschap van maken, maar gewoon yay or nay. Elon Musk koopt Twitter. Ah, nee, Elon Musk koopt die niet. Elon Musk maakt een alternatief. Het is makkelijker... Ja, maar nee, de vraag is... Je gaat dat links, links kop niet opkopen, nee, hè? die, die begint gewoon een nieuw. Koopt jij er nee? Zeker nee. Daar wil ik echt duizend euro op zetten. Nee, Elon Musk maakt, een start een alternatief. En daar wil ik namelijk duizend euro op zetten dat dat wel <lacht> gebeurt. <lacht> ja. uh, nee, denk ik ook niet. Uh, duizend euro wat? Nee, 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 we nee. gaan niet mee. Daar okay, we ga okay. ik niet om wedden. Ik ben eigenlijk helemaal niet mee met waar het over gaat. Ja. Dus... Uh... Nee, er, er, zit zo wat, er wordt wel naar gehind, maar... Het grappige maar... is dat hij en uh, uh, Jack zelf op die... Hey, er was een hmm. poll op Twitter... Wat luisteraar. Elon Musk heeft een poll gedaan op Twitter deze week waarin hij het hem vraagt. Uh, vinden we dat Twitter de regels van uh, vrijheid van meningsuiting correct toepast? Hmm. Daar kwam het in essentie op neer. Ik zit hmm. een beetje aan het poetsen, maar daar komt het en een beetje op neer. En ook de zeer belangrijke zin: uh, denk goed na, want, dit heeft want uw fout of het resultaat van deze poll Gaat heeft consequenties. Heeft consequenties. Ja, ja, en 80 of 70 zei nee. Uh, hmm. En ik denk in essentie, want daarvoor was er al een discussie gaan, dan kwam het erop neer dat het eigenlijk fucked up is dat wij niet de vrijheid hebben in Twitter om zelf te kiezen hoe dat onze tijdlijn wordt gerangschikt. Wij kunnen niet zelf het algoritme bepalen. Hmm. Twitter is al een tijd niet meer gewoon een chronologische, hmm. uh, chronologische weegave van de tweets van hetgeen dat je volgt. Dat wordt, soms zitten er tweets tussen die je totaal van mensen die je niet volgt en je kunt dat niet aan of uitzetten. Hmm. En daar reageert een Jack, die dan, ja, ik denk zelfs niet meer in de raad van bestuur van Twitter zit, die reageert daar zelf op mij. Ja, dat is eigenlijk wel echt fucked up. De mensen moeten toegang hebben om zelf te kunnen kiezen hoe naar een tijdlijn, volgens welk algoritme dat, dat wordt gedaan. Ja. Maar een Twitter, hè? dat is echt dat is een kletsen al gezegd. Maar hè? heb je dan ook niet zelf gezocht, als je tegen een groep mensen zegt, je mocht kiezen, ja of nee. Als je op nee klikt, gaat er iets gebeuren. We gaan je nu nog niet zeggen wat. Tuurlijk. Dan ga je tuurlijk, toch gewoon op nee klikken. Ja. ja, maar die Musk is, is zijn Twitter aan het gebruiken als, als excuus voor de dingen dat hij wil doen. Ja, hè? Ja, Moet ik aandelen van Tesla verkopen voor belastingen te betalen? <laughs> mm, mm. Dat is echt... Ja, ja. inderdaad. Of nee, ik wil een paar miljard nu verkopen als het mijn aandeel staat te pieken, omdat ik weet dat binnen een paar maanden kun je naar elkaar gaan kijken omdat ik waarschijnlijk inside information heb. Maar ik ga het schuld bij mijn Twitter volgens leggen. <laughs> ja, is goed gezien hè? Slimme kerel. Hè? Slimme kerel. Ik, ik, ik wil wel echt, uh, want anders gaat dat ook minder relevant zijn, denk ik. Nog mijn puntje aanhalen, mijn mijn antwoord op vraag twee. Go. Uh, Go. Drie dingen. Eentje is de podcast die wij waarschijnlijk geluisterd hebben, de all-in, uh, de laatste all-in, nee, de, vo de voorlaatste ondertussen, ik denk aflevering 73, <coughs> waarin dat, uh, ik zal de timestamp mee in de show notes zetten, um, basically um, Friedberg, David Friedberg, die een, een uh, wetenschapsachtergrond heeft en vooral actief, is of actief was in agricultuur, uh, Monsanto gewerkt en dergelijke, die komt op de podcast en die zegt van kijk, uh, dit was een week geleden, van als we niet heel snel een vredesbespreking hebben dan missen we het saaiste seizoen um, in, uh, in de noordelijke hemisfeer. Uh, en dus ook in Oekraïne. Uh, als we niet snel een vredesakkoord hebben dan ook, dus Rusland blokkeert alle uitvoer van meststoffen in 2022, dus als we geen vredesakkoord hebben is ook dat problematisch. En basically, als die twee dingen niet gebeuren of niet veranderen binnen 10, 14 dagen, um, dan kijken we naar een hongersnood voor honderden miljoenen mensen tegen het einde van het jaar. En ja, die friedberg ik denk dat er weinig mensen zijn met meer signal-to-noise <coughs> ratio. Je moet het uitleggen van de luisteraar wat dat is? Uh, nee, Google dat. <laughs> um. <laughs> ik babbel met jullie, ik babbel met de luisteraar. Oh. Hey. Uh, Cristiano Ronaldo zegt ook niet: oh, moet ik even stoppen om je te tonen hoe ik dit gedaan heb? Die shot die gewoon binnen. <laughs> maar, um... Allee, joh. <laughs> Hey ja zet op pauze zoek dat op zet dat terug op play maar ik wil de show notes. maar die um, maar als, als je dat tegen nu nog niet weet wat dat betekent als je naar deze podcast luistert dan uh, Er zijn ook nieuwe luisteraars hè komen juist yeah. hey, nieuwe luisteraars social media Sorry. Um, 14 jaren maar die zei, dat, en ik weet nog dat ik echt aan het wandelen was en dacht van oh shit en ook twee artikels die daarbij horen ik zal het ook in de show notes zetten van uh, Arthur Hayes oprichter van Bitmex een uh, platform waar ik crypto-derivaten kon traden, maar ook een vrij. Ga je daarover in de diepte gaan? Want dat wil ik elke volgende keer doen. Nee, nee, ik ga, maar... gewoon, ik ga het gewoon aanhalen. Dat het, het, het drie de... Ik, ik wil die drie, drie dingen kort aanhalen. omdat ik ze zelf naar mensen heb gestuurd. waar ik heel weinig doe, want meestal don't bother. Ik begin er zelfs niet over. Maar zijn twee artikels, An uh, Annihilation en Energy Cancelled, gaan over vooral de consequenties van en ik ga het dan de keer vooral de consequenties van het afkoppelen van Rusland van uh, de, de dollar en, en het SWIFT-systeem de tweede derde uh, order effecten en dan een combinatie met dat stukje van Friedberg over als we het zaai missen en geen uh, export uit Rusland krijgen dat dan uh, 50 of zo van de wereldmeststoffen exporteert um, dan zitten we tegen het einde van het jaar echt met met uh, mogelijk heel grote problemen en ik heb dat aan een paar mensen doorgestuurd en gezegd: van ja, Je weet dat niet, en hè, doemberichten zijn altijd uh, fancier dan, uh, dan goed nieuws. Maar dat zou zomaar kunnen zijn dat, net gelijk onze gasprijzen, maal 5, maal 10 zijn gegaan, dat basisgrondstoffen, allez, dus uh, agricultuurgrondstoffen, ook hier maal 4 maal 5 gaan. En wij in Europa, wij zijn dan nog de, de, ja, de chansaars tussen aanhalingstekens, wij gaan dat gewoon kunnen kopen. Onze overheden zijn vandaag die future-contracten allemaal al aan het sluiten. Maar er gaan dus honderden miljoenen. Als dit gebeurt, gaan er honderden miljoenen mensen zijn in Afrika, Azië, Latijns, Zuid-Amerika. Die gewoon geen, um, geen, geen eten gaan hebben. En misschien om dat af te sluiten, er is in de wereld op eender welk moment voor 90 dagen voedsel. Voor de volledige wereld. Dat was echt een maffestatistiek. Ja, dus op, op elk moment, als we nu morgen, een bewijs van spreken in de, in de, in de singular, in, 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 in onze. Um, Simulation: een knop was die gewoon de voedselproductie kon uitzetten, dan hebben wij 90 dagen voor de hele wereld. Dan is ons eten op. En zijn argument, als ik het mij goed herinner, was: oké, okay, in 90 dagen kan een bevolking echt gaan van stabiel, een, een, ja, een bevolking van stabiel functionerend naar verhongeren. Dat hoeft niet meer te duren als drie maanden. En die was dat echt aan het vertellen dat je zo denkt: van als dit zo gebeurt, en die gast heeft gewoon te vaak gelijk, een beetje gelijk uh, Ballagio, op dat niveau zitten die twee. Ja, dat is gewoon heel confronterend. En daar praat nu niemand over. Er, ik, er zijn ook niet echt antwoorden in die podcast. Je kunt ook niet echt zeggen... Wat, wat, het is wel wat, heel vigaal gegaan, hè? Wat je mm -hmm. kunt doen. Ja, maar, je kunt, maar ik, ik, ik weet dat ik er gewoon met mensen over was. En ik heb gezegd, die twee artikels, die podcast, trek zelf je conclusies. Die artikels zijn meer dan duidelijk genoeg. Um, m, 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 maar wees niet verbaasd als dit tegen het einde van het jaar gebeurt. En, het, en dan zeg ik echt even... Het is voor mij zo, zo januari 2020, uh, dat je... Het is 24 januari. Nassim Taleb publiceert zijn paper over het coronavirus. Bellagi begint heel hard op te komen. En er is wel ergens sprake van. ergens in China Wees gaan ze een lockdown of gaan ze mondmaskers. Maar het heeft dan nog. Uh, ja, eigenlijk anderhalve, twee maanden geduurd voordat het bij ons was. En dat gaf mij hier zo hetzelfde gevoel. van, dit is, dit is een stukje signaal, denk ik. We weten niet of dat gaat gebeuren. Maar shit, als dat gebeurt, dan zitten we echt gaan we naar die situatie en, en, en dan opnieuw kun je zeggen van, wat zijn het, als onze voedselprijzen maal vijf, maal tien gaan uh, de overheid gaat weer checks bijdrukken dat zorgt er weer voor dat huizen nog duurder worden want uh, alles, uh, uw inflatie blijft gewoon nog drie jaar misschien lopen met tien wie weet, hè? dus dat is allemaal dat zien we nog wel hmm. maar de consequenties van deze gebeurtenis dat zou echt ja, miserabel kunnen zijn op veel vlakken en het was echt een, moment, een week dat ik echt zo wow dit is, dit is echt. Als dat ik zelfs dacht, corona was, pff, wat was twee jaar corona. Als dit echt zo gebeurt, ja, dan denk ik dat de komende jaren nog extreem. Maar goed, dat is interpretatie al. Hè? Dus ik wil het eigenlijk bij die artikels mm -hmm. houden en gewoon zeggen, ik zal ze allemaal in de show notes zetten. Lees het ze eens voor uzelf en uh, maar volgende je... binnen twee weken zou ik daar liefst, omdat ik hem daar vooral die uh, energy cancelled. Mm -hmm. Ik heb daar te zondag ook gelezen en dan we we gaan eten. En... Uh... Ik, ik zou daar graag volgende keer even. ja, zijn een ton er ook bij, is, want ik denk dat hij daar ook een goede mening over gaan hebben. Even uitgebreid bespreken. Want ik denk dat dat. Ik wil dat echt. Alleen wat, wat ik persoonlijk ook leuk vind aan dit klein. Ondoos van ons. Is dat we ondertussen een beetje een platform hebben. Je bedoelt deze cultureel, dit cultureel fenomeen? Ja, ja dit cultureel fenomeen. Uh, dat we ondertussen een klein platform hebben. En. Uh, ja, ik wil dat echt want je, 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 je tiest het nu zo wat en, en, en ja, dat een, het, het gaan en het, het, dat aspect, dat is één ding daar kunnen, we, daar kunnen wij niks aan doen, daar kan de luisteraar aan zich ook weinig aan doen buiten misschien inderdaad is een zaklijst van 10 kilo koop maar dat andere van die energy cancelled en wat dat de hedges zijn tegen hoge inflatie, daar zou ik de volgende keer graag zo eens een kwartier, een moeten minuten in duiken mm. maar, um, en zelfs voor die hongersnoten, daar kun je ook hankeren vanaf we zullen er dan op ingaan. Maar wat dat de implicaties zijn, is inderdaad: is het voor ons dan, hè, dat is dan heel egoïstisch misschien, is dat hongersnood? Is dat gewoon pure inflatie? Voor ons waarschijnlijk pure is inflatie van Pure, pure inflatie ja. sowieso. En ja. wat komt daar dan van? Dat, dat is en daar komen we bij ja. de energy cancelled. Ja. 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 Want daarover inderdaad: ik, ik zei ook, ik had er met mensen over, ik zeg, de, de kans dat wij in hongersnood zitten, daar moet je niet flauw over doen, die gaat heel laag zijn. Als, als dit scenario zo loopt, gaat die, is die kans heel laag, hmm. maar onze prijzen gaan gewoon ver-x-voudigen, wat betekent dat de overheid gaat instappen, gelijk dat ze dat nu doen voor energie, wat betekent dat en 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 of wat zou kunnen betekenen en 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 de man op de straat of de vrouw vraagt zich af waarom kost een appartement uh, 350.000 euro, waarom gaan wij met twee werken en krijg ik mijn dingen, waarom is diesel 2 euro? En zonder, uh, het gaat er niet om die dingen allemaal op een hoop te gooien, maar er zijn wel startpunten, tweede, derde, vierde order effecten dat je echt denkt van als dit zo gebeurt, hou je om. En, ik denk dan vooral aan mensen die braaf pensioen sparen, braaf sparen. Dat je echt gewoon 10% van je koopkracht elk jaar weg hè, als dit verder gaat. En nog jaren aan een stuk. Hè, en daar heb je fucking 40 jaar voor gewerkt? Mm -hmm. Dat echt, dat ik echt hard zere, nee, hard zere zo. Maar ik denk, oh, ik, dus ik heb naar een paar mensen gestuurd en gezegd: lees het, lees het of lees het niet. Maar ik heb het je gezicht en mm. you do you. Ik denk wel dat hij ook, hij had het volgens mij eerder over nog een maand. Ik weet niet of het twee, maar ja, is het is ondertussen nog wel. Een, lang, het is nu ook wel een week geleden. Ja. Um, vandaar dat ik straks begon met vredesgesprek dat is echt uh, dat is zo belangrijk maar, maar ik heb het, het schijnt nog op Twitter zien passeren en daar uh, uh, dingen reageren Paul Graham reageerde daar nog op dat hij een hoorde van vrienden in Engeland of hij zit nu in Engeland denk ik mm -hmm. die zijn gewoon niet aan het planten hè? want de, de meststoffen zijn te duur ja. mm -hmm. dus gewoon heel de boeren die zeggen ja, we gaan, gaan zelfs niet beginnen planten want we Economisch gezien gewoon niet. Maar ik spreek ja. echt op de, op de podcast echt daar iemand over moeten spreken. Zo, over agricultuur, België. In, ja, zat, ja. Maar en dan ook, als het nu nog is door de oorlog, dan duurt het toch nog, maar, maar is natuurlijk een groot woord, een jaar. Want daarna gaan we terug wel eten hebben. Dus ik weet niet waar dat jaren. Ja, maar en... de exporten zijn bijvoorbeeld geblokkeerd voor de rest, sowieso 2022. Russische Voorlopig exporten. door de oorlog. Ja, maar dat is ook weer zoiets, je, je weet niet je weet waar je begint, je weet niet waar dat eindigt. Hè? Nee, dat is waar. Uh, maar, en je ja. mocht schrik hebben, maar het kan ook zijn dat we gewoon ene zomer door moeten komen. Niet dat dat niet erg is, maar dat is geen vier jaar hongersnood en inflatie. Nee. Ja, mm. Maar, anyway, ja. wat was het woord van het laatste jaar? Transitory. En ja. dus, was dan was de boetade, de experts can stay wrong longer than you can stay alive, dus... Ja. Die heb ik nog nooit gehoord. Die, ik vind die, die heel goed. Ik vind die heel goed. Je hebt zoals de Warren buffett denk ik, dat hem van kwam: de market, the market can stay irrational longer than ja, you can stay solvent. solvent ja. Maar dan expert can, stay wrong longer than, can be wrong longer than you can stay alive. Dus dat is gewoon dan de hedge. Dat is gewoon zo: ja, misschien is het maar één zomer, misschien is inflatie transitory, mm -hmm. maar misschien ook niet. En denk eens aan dit en dit en dit. Gewoon persoonlijk al. Maar goed. Um, ik vond dat gewoon belangrijk om dat nog in deze aflevering mee te geven, want het is een beetje time-sensitive, maar we kunnen er eens een andere keer uh, uitgebreid op ingaan. Thematische podcast. Hoe hedge je tegen de toekomst? Pak zoveel mogelijk schulden. Ja. <laughs> Oké. Okay, uh, ja, we zitten aan de harde stop van uh, Joe, yes. Joe Nasty. We het echt it. exact aan 9 uur. Alright, uh, de manager had nog uh, twee laatste housekeeping-puntjes. Uh, dus ik ga er gewoon bijpakken, want... Uh, en hoe voelt dat zo dat jullie leven ook gecontroleerd wordt door de manager? Eerlijk te ik... zeggen, gecontroleerd worden Puffer. door een vrouw, dat is oh, zalig. <laughs> dat is echt. Je moet gewoon aan niks meer denken. Doen. Dat is gelijk dat je kleren dag klaar liggen s morgens. Ik <laughs> weet dat je dat niet mocht zeggen, maar ik weet dan dat ik grijns en denk: ik zal vanavond het vuilnis ook wel buiten zetten. <laughs> je zorgt voor mij. Dat, dat gevoel heb ik hier ook. Die, die zorgt voor ons. Dat is wel elke, echt waar. Elke <laughs> zorgt echt voor ons. Elke als jongen. Als. Of elke man wil toch voor gezorgd worden. Ah, Heb met ons. He? Huh? Ja, echt. Uh... Jongens krijgen jonger, jonge baby's krijgen effectief minder tijd en knuffels van hun moeders, voornamelijk van hun moeders, dan meisjes. Om... Dus elke man. Is dat zo? Ja, dat is effectief data over. Dat is effectief jongens, zij zijn gewoon minder krijgen, letterlijk minder fysiek contact in hun eerste twee, drie, vier levensjaren, gewoon hey, van nature. Vind ik wel Aller, ja. Ja, ja. En niet omdat niet bewust, maar gewoon dat is gewoon een ding. Um, vandaar... iedereen wil geknuffeld worden. Ja, en dit is onze knuffel. Ja, we voelen gewoon al een paar maanden een collectieve knuffel van elke. Ook de manager. Sorry. So much love to give. Maar jij wel. Dus uh, ja, twee, uh, twee puntjes. Um, dus vanaf nu moeten we op het einde van elke aflevering zeggen. Uh, of dat ze sterren willen geven op Spotify. Ja, vang. <laughs> yeah, die manager uit. ze zijn kop al En te subscriben op, uh, uh, op het platform. Ik je op ze luisteren. Dus is dat Apple Podcast, uh, Spotify of YouTube er komen. je gaat er echt goed op, hè? Dat is zeker, jongen. Um, klik, klik like en subscribe op YouTube. Du du duw op het, oh. Tussen boy. haakjes. Dus duw op het duimpje omhoog. En je komt vijf sterren. Tussen haakjes. Sorry, Kobe van de manager. Ik weet dat jij cringet als je om gevraagd wordt. One love. Um, dus, voilà. Ja, ja. Uh, en dan um, als laatste hebben we hier het uh, voorstel van de manager. Dus een lichte noot om de podcast op af te ronden. In de plaats van boeren of scheten. Een lichte. Of een baba ganoush, want onze baba ganoush is er al een paar weken ja, bij. Hij schittert in de verte. we eens even gaan ja. zien of we nog recenties hebben. Op... Um, dus uh, ze dacht misschien aan tijdjokes. jokes. En ze heeft er zelfs al gewoon in een bijgezet. Questie oh. oh, ja. Kwestie van preppen. Eh? Ga ervoor. Ja? Yeah? Ja? ja. Yeah? Oké. Okay, um, what, what do you call a biography made entirely out of memes? Ik heb geen idee. Een memoir? Prachtig. Wij hebben ook nog right. twee nieuwe recensies op uh, iTunes. op oh. De podcast-app. Gaat je ze volgen? Ja, de titel. Um, fuck die campen. Uh, nee. <laughs> nee. vijf. <laughs> fuck die foto, <volteloude> kut campen <laughs> Vijf sterren. Toffe persoonlijkheden, grappig en leerig is de titel. Wat een revelatie deze podcast. Hilarische boys die goed verhalen kunnen vertellen. Ze volgen iedere week, twee weken, een vast format van vragen en halen hieraan persoonlijke verhalen, maar ook leerrijke zaken die ze zelf de afgelopen weken bijleerde. Dat vat het eigenlijk echt perfect samen. Username starts met Avery. <laughs> ja, dat is niet waar! Maar, dat is niet waar. Dat is niet waar. We hebben nog een andere, van A Aria Muro. Zijn naam, zie ik hier. De titel is Ontspannend en leerrijk. Als je niet weet wat luisteren en nieuwsgierig bent naar allerlei topics, is dit de ideale podcast om je stiltes te vullen. Oh, zalig. Van volle gaatjes! Ogen. Bij de Junto Boys. Oké, toch? <laughs> uh, dus als er nog recensies zijn, altijd welkom. En uh, als er nog mensen zijn die ons willen joinen voor de live show, de derde editie op 3 juni, Eventbrite of de Link in, op Instagram in de Linktree. En de eerste 10 ticketjes krijgen een gratis knuffel van. Oh, prachtig. Pascha! En dus dat idee voor de onderste aflevering, Special Edition, met de mensen die al een link hebben of die alles op de live show zijn, is dat een goed idee, want ik vind dat wel tof. Mogelijk. Ik vind dat ook wel leuk. Maar dan moeten we misschien dus, uh, allemaal samen bespreken ja. en ja. beslissen. Bij, bij 100 gaan we in elk geval echt. We gaan iets zat doen. Zeker. En we moeten. Daar op dat knopje gaan duwen ik, of niet? Ik, ik, ik ben gewoon een heel klein beetje conflicted. Uh, we hebben eigenlijk um, vijf recensies. Um, ik wil die twee anderen ook nog gewoon heel snel voorlezen, want ik heb nu gezegd dat ze nieuwe, maar dat zijn gewoon er van de laatste. Zes weken, dus ik wil gewoon die twee andere nog heel snel voorlezen. Van uh, Alexandra van C. op uh, december. Titel, perfecte combo van serieus en minder serieus. Ideale podcast voor een wandeling of als ik aan het koken ben. De combinatie van serieuze en minder serieuze onderwerpen is heel entertaining. Gaan ja, we die echt allemaal voorlezen. Nee, dit is de laatste. Oh, ja. no, titel, no nonsense podcast. <laughs> Genieten van goede, grappige, interessante gesprekken over de zin van het leven tussen de vrienden met een glas wijn. Ze zijn alleen serieus over geld, bitcoins, militaire relaties, maar een mopje van Kobe ontbreekt nooit. En dan, allerlaatste, op 16 november 2021, <laughs> username kobevr. Titel top. Beschrijving, dit is top. Ja. <laughs> yep. uh, Oké, okay, en nu moet ik er echt vandoor. We zijn out of time. Boys, op dat bye bye. Ciao, kus.